Dag beste voetballiefhebber. Eendracht maakt macht. 90 Minutes is terug na een week in de wacht. Filip Joos, Tuur Dirks en Evert Winkelmans geven acht. Dag boys. Merci om hier te zijn. Vanavond zeker jij, Evert, want jij vervangt de zatste mens van op de Quaremond van gisteren, denk ik. Ik gun hem zijn vrije avond, want ik heb gehoord dat de Ronde van Vlaanderen zwaar heeft ingehakt. Heeft iemand al een teken van leven vernomen? Ik heb net met hem ge-sms'd. Jullie hadden de groeten. Oké. Okay. Hij had zijn tandjes gepoetst en hij ging nu in bed. Echt waar? Dus ik ben gewoon doorgeefluik. En hij ging ook luisteren, dus misschien moeten we even dag Sam zeggen. Ja, dag Sam. Ja, dankjewel. Voilà. Hopelijk alles oké. Okay. Ja, hij was een enorme fan van de Ronde van Vlaanderen, want hij was er al weken op voorhand over bezig dat dat de dag van het jaar is. Ik heb hem volledig gelijk. De stem. Ik heb mijn stem ook gelaten. Dus. Vergeten op de Quaremond? Of waar stond jij? Ik ben verloren ergens onderweg. Ik ben eigenlijk een beetje overal geweest, maar ik heb ook op de Quaremond gestaan. Oké. Tuur, is chance dat je niet op zondag moet voetballen dan? Ja, dat viel goed mee. Toch? Ja. En met wie ben je gegaan? Een groep vrienden, een beetje de jaarlijkse traditie. Oké. En we huren een fietsje, we maken een tour en dan zien we de renners passeren. En dan die gaan naar Oude Noorde. Oké. Dat is niet in een VIP-dorp. Nee, dat is echt onder het volk. Dus het volk. Ja, normaal voetjes. Ouderwetse manier, leukste manier. Oké, leuk. Sympathieker ook dan zo in een VIP-tent staan. Alsof dat jij het zou weigeren. Ja, tuurlijk niet. Hebben jullie gekeken naar de koers eigenlijk? Nee? Ik heb gezegd, ik heb de U14 van Olixa een geweldige basketoverwinning zien behalen. Basketbal, elftal, elftal? Nee, vijftal. Maar ze zijn met 9 of met 10, maar echt top. Ja. Van Jude. Oké, kan je ervan genieten dan? Ja, super. Oké. Dat is echt, ik vind dat is een geweldige sport om naar te kijken. Dat is ook binnen, dat is tof. En is Jude goed? Ik ga je nu niet zeggen, maar hij is wel... Maar heel die ploeg was nu echt geweldig goed. Oké. Dat is iets heel klein, maar ze hadden de wedstrijd tegen diezelfde ploeg ginds met 6 punten verloren. En daar was ik ook en ik kreeg al de schuld. Weet je, van, joh, wat ga ik doen? Omdat ik niet zo heel vaak kan, omdat ik vaak in Engeland zit. En nu was ik er terug en iedereen was al zo op zijn hoede. En nu hebben ze met meer dan 40 punten gewonnen. Ziet eens. Ja, en echt. En er is één heel jammer iets bij. De spelverdeler is een spelverdeelster. Oké, cool. Is Zoe. En die is echt ook echt heel goed. Maar echt sierlijk. En die heeft overzicht. En dat is echt... Als je dat ziet, dan zie je echt hoe basket moet gespeeld worden. Die drijft op, maar die heeft alles gezien. Echt zo. De point guard heet dat in basket, of ja, niet? Zeker, hè? Ja. En die mag volgend jaar niet meer met de jongens spelen. En hoe oud is die dan? Zoe is nu 13 en die wordt dan 14. En ik ben van plan om dat aanhangig te maken bij het internationaal strafhof in de... Nadat die Poetin hebben veroordeeld, kunnen die ook wel nog even een basket regelen. Nee, maar oké, ik weet wel. Maar dat is jammer, want voor haar is dat ook echt zeer, zeer erg, omdat die... Ja, het gaat over het douchen, hè? Je hebt dat de vorige keer verteld. Nee, dat denk ik niet, want ze douchen niet. Maar nee, dat denk ik niet. Dat is misschien een van die domme regels, maar hoe die douchen niet? Nee, die doet de jeugd. Die douchen niet meer. Echt waar. Dat is wel bizar. Ja. Die gaan gewoon... En daarna, we gaan nog iets eten, hè, papa. En dan gaan die met 7, 8 van die ploeg gaan die naar de mer en gaan die door zo... Ja. Ah, oké, maar ze blijven... Oké, er is wel de teambelang. Dat wel. Maar ik denk dat... Ze gaan stinken de straat op. Zo plezant is dat niet. Ja. Ja, stinken de straat op. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik vind dat heel raar, maar dat krijg je er op een bepaalde manier niet in. Maar ik moet zeggen, echt top. Qua ploeg, qua trainer, qua... Dat is echt super fijn, ja. En ik heb zelfs toogdienst gedaan, want ik had dat ook nog nooit gedaan. Dus ik heb een foto gezien. Ik heb nadien zo, moest ik zo pinten en iedereen... Ah, je doet dat maar in een glas. Nee. Want ik kan dat niet. Maar ik ben dicht bij bier geweest, want ik had het flesje vast. En om aan mensen te geven. Wie weet... Zowel dicht. Een keer aan de hand gekomen. Nee. En waar moeten de mensen zo zijn om met uw pintje te drinken? Nee, maar dat is niet met mij. Maar dat was tegenover de gevangenis spelen ze. Olixa, dat is een school. Okay. Dat is dus echt supergoed in Antwerpen. Dat er meer en meer scholen hun sport al openstellen. Hey, Jude traint ook toevallig in de school waar hij naar school gaat, KLA. Die zetten ook hun sporthal open voor clubs. En dat is echt top. Okay. Want er is een tekort aan hallen. En als je dat op die manier kan doen... Dus dat is van die scholen echt geweldig.
Zwart. Het gaat nu te lang over basket, maar basket is... Nee, nee. Je bent een NBA-freak ook, hè? Ja. Af en toe een keer bij Dennis. Ja, ja. Ja. Oh, de max. Maar oké, okay, ik kijk te weinig NBA om freak te mogen worden genoemd. Maar ik hou wel van die sport, ja. Maar je hebt dus gisteren gekeken naar Eupen-Anderlecht? Daarna heb ik... Ja, ik haal dat dan in, hè. Dus ja, ja. Dat zeg ik dan altijd tegen hem. Na de vriend. Basket. Papa staat hier, maar moet nu nog tot een kot in de nacht. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Heb jij iets van voetbal gezien gisterenmiddag? Het was Fox, mijn zoon, zijn eerste verjaardagsfeestje. Dus ik heb op de gsm gekeken, zonder geluid. En dan toen de taart werd aangesneden, riep de opa... het is de eerste verjaardag van je zoon, gelieve wel op te letten. Dus dan voelde ik mij verplicht om af te zetten. En ik zette hem aan en Pogacar was vertrokken. Deed jij nu een Nederlands accent dan? Ja, mijn stiefvader is een Nederlander, van Den Bosch. Want ik dacht even, uw vrouw is toch geen Nederlander? Nee. De nieuwe man van mijn moeder is een Nederlander. Ja. En totaal geen sporthart, voor een Nederlander een beetje absurd. En die zei echt gewoon, zet dat af. Daar kwam het eigenlijk op neer. Van, en jij vader... durft dan niet zeggen, het is mijn zoon en mijn koers. Ik dacht, ik ga mijn zoon zo opvoeden dat hij later heel de dag naar de ronde wilt zien en naar Eupen-Anderlecht en naar Extra Time en naar alles en nog wat. Dus ik moet daar vroeg mee beginnen, maar nee, hij vond het... Ik moest kijken. Eenjarige leeftijd is misschien heel veel. En als hij 15 is, zal er geen Eupen-Anderlecht meer zijn. En ook geen Extra Time meer. Dat zal allemaal in de vortex van de tijd verdwenen zijn. Het mooie aan Vlaanderen is... het is elke minuut koers, hè, tegenwoordig. Dus je zet je tv 's avonds op, het nieuws, sportweekend. Is ook nog eens een half uur koers. Dus je hebt eigenlijk alles nog eens 5 keer gezien. Dus ik ben wel volledig mee met wat er gebeurt. Je hebt naar sportweekend gekeken? Ja, tuurlijk. Klasse. Toch iemand. Veel mensen. Kijken veel mensen naar sportweekend. Het zal wel zijn. Ik heb zaterdag ook veel voetbal gekeken. Ik heb daar iemand zien scoren. Proficiat, Teun Dirks. Heel content. Ja, we waren dolgelukkig. Ja, natuurlijk. Ik zat in de perszaal van Oostende en ik heb het daar helemaal kot bij ingeroepen. Ja! Dat is mooi. Ik mag daar niet mee doen, want dat is echt irritant als je roept in de microfoon, blijkbaar. Maar ik was wel heel, heel blij. Hoe weggelegd? Ja. Allee, weggelegd. Ja. Ik had het voorspeld. Ik had het gezegd ervoor. Nee. Chroniek van een aangekondigde straf. Wel jammer natuurlijk dat we verliezen. Hè. Dat is natuurlijk. Maar wel leuk voor mij dat ik nog eens kan scoren. Alle leuke matchen van het jaar zijn bij Westerlo. Echt waar. Daan Heijmans? Ja, vertel het. Die had dus wel geluisterd naar 19 minuten. Ja, dus je hebt het hier voor de duidelijkheid een paar weken geleden voorspeld dat je... Ik zei gewoon dat je... Dat je in het midden ging binnen. Maar dat ik gewoon vind dat juist een goede penalty, dat hij in het midden bijna altijd binnen is. Ja. En Daan kent me uiteraard goed. En hij wist dat ik hoogstwaarschijnlijk in het midden zou trappen. En hij was al gewisseld, denk ik, op het moment dat de penalty moest gegeven worden. En hij vroeg aan zijn tweede keeper, weet Koffie dat hij in het midden gaat trappen? En die zei van wel, blijkbaar. Maar hij heeft toch niet durven blijven staan. Maar was dat voor jou? Heb je daar op een seconde aan gedacht van shit, Daan, die gaat weten, voilà. Die gaat dat misschien gebriefd hebben of niet? Nee, maar heb je aan 19 minutes gedacht als je naar de stip staat? Sorry. Valt mij tegen. Maar niet aan 19 minutes, maar wel aan die voorspelling. Ik heb als je dat hier weggeeft... Stel nu dat tegen een Vlaamse ploeg is, zou je het gedurfd hebben? Ik trap hem sowieso niet. Maar ja, tuurlijk. Alleen nu niet meer, hè. Ik zei toen, op die moment, ik was ervan overtuigd om midden te trappen, omdat ik had er al een paar, ik heb er al een paar midden getrapt. En ik weet dat Koffie keeper is die gaat heel vol naar een hoek. Die wacht redelijk lang, maar die gaat wel vol naar een hoek. Dus ik was vrij zeker dat hij niet zou blijven staan. Volgende keer zien we wat ik dan doe. Nee, durf het niet meer te zeggen. Nee, maar je zat er inderdaad mee in je hoofd, hè? Ja, ja, dus ik had het wel. Dat kon er niet meer uit. Ik wist het wel. Ik had er ook wel op hoeven, dus ik wist wel wat ik moet trappen. Maar dat is de allereerste goal ooit die aangekondigd is in een podcast. Ja. Dat is toch mooi? Ik denk het ook. En waarom met rechts? Dat blijf ik... Ik heb die vraag nog gekregen, maar voor mij is dat het meest natuurlijke. Het zou ook met links gaan, maar ik trap liever met rechts. Dus jij bent perfect tweevoetig? Nee, perfect niet. Ik heb de meeste hebben een hele goede en heel slechte voeten. Ik heb twee heel gemiddelde. Maar de slechtste van die twee is wel uw rechts. Nee, wacht. Dus het woord wat niet klopt in perfect tweevoetig is perfect. Ja. Maar tweevoetig klopt wel. Dat wel. Ja. Ja, ik kan eigenlijk alles met rechts en met links. Maar sommige dingen kan ik beter met rechts en sommige dingen beter met links. Maar jij scoort op KV Mechelen, waar ik bij was die wedstrijd. Een fantastische goal van buiten de 16 met je linker geplaatst. Dus niet gewoon blind getrapt. Dus jij bent linksvoetig. Ik heb eigenlijk binnenkomen en ik heb meer kracht rechts en ik heb meer gevoel links. Ja. Dus als ik kan dribbelen of ballen aannemen, kies ik links. Maar dan ga ik met rechts. Maar als ik een lange bal moet trappen of echt moet doortrappen, kies ik rechts. Terwijl dat wel een zeldzaamheid is. Hè? Normaal heb je meest kracht in het been, maar ook meest gevoel. Ja, dat is waar. Dat is
in principe de, dus zeker niet perfect, logica, gevoetig. Ja. Ik vind dat wel knap. Ik zou, aan mij moet het niet vragen om met mijn slechte voet een penalty te trappen. Zo. Zeg, en corners wel, hè. Dat, vind ik, dat deed ik ook. Dat, een corner trappen is anders, anders dan een penalty. Dat mijn gevoel moet... Ja. Wel, een corner? Heb je corners? Ik trap de corners links en rechts. Dat is wel een zieke flex. Maar dat is toch anders. Ik zou nooit een penalty dat links je meer nemen. Kracht kunt zetten op nooit. Een corner. Ja, je zwaait dat. Allee, ja, ja. Maar ik trapte de meeste rechts, hè. Maar af en toe, amai, als we voorstonden, dan dacht ik van... Wow. Uit voor een choke. Nee, echt wel. Echt, ja, maar nee, echt de corner bij je mindere voet is geen choke, toch? Jawel, dat is wel een zieke flex. Op. Jawel, ja? Echt op. Ja. Sorry. Ja, nee, sorry. Ik heb dat... Ons internationaal jeugdtoernooi op Aalst kwam Mats Ritsis van mijn leeftijd, van 93. En Beerschot was een van de ploegen die bij ons kwamen spelen. En iedereen zei van, oh, dat is Mats Rits. Die heeft een sponsorcontract bij Nike, werd ook gezegd. Dus dat was echt... Die was heel goed op die leeftijd. En ik weet nog, we stonden allemaal te kijken naar hem, naar zijn Beerschot. Hij was de kapitein, nummer 10 ook. En hij zette een hoekschop met rechts. De bal wordt doorgekopt. Op zijn gemak, met een beetje streken, ik mag dat wel zeggen. Maar hij had dat helemaal, zijn haar was er ook nog heel lang met zijn haarbandje. En hij komt dus voor ons vlak de andere corner nemen die daarop volgde. En met zijn links. En echt, ik zweer het, toen die ging aanlopen met zijn linker, was iedereen zo van, what the fuck, die kan dat met twee voeten. Dat was echt... Echt een zieke flex. We waren toen, ja, 15 jaar of zo, en iedereen was echt dat zijn eigenlijk zwaar onder de indruk. Weet je, hoe ouder ik werd en hoe trager, ja, was dat ook een gigantisch voordeel dat je, als je op rechts staat bijvoorbeeld, je kunt twee kanten op. Je kon terugkappen en die een bal wel zwiepen. Ja. In blijf zeggen, op derde klasse niveau, ja, ja, dus ik ga niet. Ja. Maar... Dat ging wel. En dat is een enorm voordeel tegenover jongens die maar één been absoluut hebben. En dan moet je altijd... Ja, dat is ook makkelijker te verdedigen. En als je snelheid dan wat afbot, dan wordt het echt nog moeilijk om ballen echt voor te krijgen. Hè? Ik bedoel... Had je ooit veel snelheid? Vroeger als... Ja? Ja, echt wel. Cool. De pijl van Am. Nee, ik was in... Ja, tot... Maar dan werd ik meer middenvelder. Ik, ook meer endurance trainingen. Ja. Omdat dat mijn zwak punt was. En dan merkte ik wel dat afbotte. Ja, oké. Okay, je moet het allebei onderhouden, hè? Ook je sprintstijlheid. Hij heeft het gabarit van een lange afstandsloper, hè? Dat vind ik wel. Ja. Ja. Kunnen we Sam Kerkers nog? Kunnen we eens bellen? Zou Sam nog... Is dat zo negatief? Gabarit van een lange afstand. Dat is toch mooi? Dat is toch... Ja, ik denk wel een compliment, toch? Bezig? Ja, ik vind dat mooi. Okay. Absoluut wel. Moest dat drie keer zeggen, dat Sam. Dus dit was één. Wisten jullie dat Charleroi dat een counterploeg is? Of was dat nieuwe informatie? Ja, dat is wel jammer, want dat was inderdaad wel redelijk goed gebriefd geweest. Ja. Ja, maak hem misschien twee, drie keer een dom foutje. Ik denk de eerste goal op corner. Reynolds, dat hij moet wegtrappen of hij moet hem breed spelen. En dat pakt dan juist niet. Die verliest hem dan en dan komt er een goal van. Dat is zuur. Want ja, Charleroi is eigenlijk... Ja, ze hadden wel goed in de wedstrijd, vond ik, eerste helft, Charleroi. Maar ze hebben niet echt kansen gehad. We hebben ze eigenlijk de kans die ze hadden bij zijn cadeau gegeven. Ja. Maar die actie die hij daarna deed, dat was wel weer straf. Hè? Ja, als hij vertrekt... Hij is echt dat type. Als hij vertrekt, is hij niet te stoppen. Maar je kunt er... een tape van maken waarmee dat AS Roma zegt we pakken hem terug en je kunt er een van maken waarmee dat Eupen zegt nee, we gaan het niet doen. Dat is zo'n rare voetballer. Maar hij heeft enorme fysieke kwaliteit. En hij is ook nog heel jong, hè. Moet niet vergeten. Dus. En hij kan dan enorm goed voetballen, toch? Allee, ja, doen van die soms, dingen. Technisch kennen van die trucs. Ja. Zo van die één maar ik kan nu ook bewegingen. Een tape tonen dat je denkt, oei. Die een bal springt van zijn voet, ja, foute keuzes. Is dat dan techniek of is dat eerder mentaal? Want hij kan het wel. Ja, inderdaad. Het is inderdaad niet dat het niet kan, maar het is soms een beetje concentratie. Een beetje... Het is ook geen technisch wonder, hè? Dat moet er ook niet van maken. Nee. Maar hij maakt heel veel goed met zijn tuurlijk. Nee. Want hij heeft wel, ik heb dat eens denk ik, gezegd, ik vind dat echt heel veel weg heeft van Meunier. Ja, een 3-5-2. Een beetje hetzelfde als hij kan, als hij kan lopen. Maar zeg je vaak om te lachen, doet de poorten open op, langs het trainingsveld, want hij loopt gewoon door. Heerlijk. Maar hij is een geweldige atleet. Ja, ja, absoluut. Ja. Hij gaat toch sowieso hoger op na dit seizoen. Ja, hij is uitgeleend van Roma. Maar bij Kortrijk, hij heeft bij Westerlo een veel beter seizoen dan bij Kortrijk.
Dus hij heeft enorm stappen gezet. Hij mag Westerlo altijd dankbaar zijn. Want in het begin speelde hij ook niet. Eerst dat teammatch, denk ik dat hij niet speelde. En bij Kortrijk was dat iets bij momenten dramatisch. Hè? Ja, dus hij heeft Racing Genk, denk ik, heeft er al... Ja, hij heeft er een heel veel ploegen die interesse hebben. Ja, maar dat geloof ik ook wel, omdat het profiel is. Ja. Het is heel jong, hè. Het is jong. Hij is ook nu juist terug international. Als je puur in balbezit denkt, dan pak je dit toch? Nou, Melen ooit... Ja. Er waren ook soms kosten aan, hè. Maar die groeiden ook wel, hè. En die... Plus, het is op een positie die... En Meunier, inderdaad. Een positie die overal wordt gezocht, hè. Ja, mega. Heel goed punt, absoluut. Ja. Daar hebben we het in Extra Time ook nog over gehad. Over bij de Rode Duivels, probleem op linksachter. Enfin, het probleem, Theato was goed, maar is eigenlijk een centrale verdediger. En er is toch geen zuivere backup. Dat kunnen we wel concluderen. De Kuiper is er wel in, maar ze wordt niet opgeroepen. Oh. Toch? Als hij nog een stap zet... Want nee, ik zeg niet dat hem opgeroepen moest worden, maar je hebt wel iemand die dat op termijn toch... Allee, hij is toch diegene die dat op termijn... Laat ons wel eens geprobeerd worden. Hopen dat hij die stap nog hoger zet. Ja. Ja. Dan zijn we vertrokken. Zuiver defensief is er dan echt wel nog... Ja, uiteraard. Nog echt werk aan, dus je moet hem niet oproepen voor de halve finale tegen En zo'n match Frankrijk. Tegen Duitsland bijvoorbeeld? Ah, wel, dat was, de eerste helft wel en de tweede niet dan. Hè? Ja, ik denk dat hij toch maar beginnen tegen Estland. Daarom, tegen Gnabry gaat hij toch verschieten, even. Daarom dat het goed was om hem nu nog niet op te roepen. Als je hem nu inderdaad tegen Gnabry zet, dan verbrand je misschien. Ook omdat hij niet in stijgende lijn zit bij Westerlo. Ja, hij heeft gewoon een klein dipje, omdat hij fysiek... Hij heeft ook elke match gespeeld, wat ook geen schande is. Maar laat hem gewoon maar eens bij de belofte wat een nationale ploeg eerst spelen. Nee, bijvoorbeeld Charleroi. Ja, ik vind dat eigenlijk geen aangename ploeg om naar te kijken dit seizoen. Gelijk gezegd, die creëren eigenlijk weinig kansen. Maar als je dan ziet hoe dat ze die afmaken, ook die laatste... Die laatste moet de keeper hebben, sorry. Ja? Altijd. Dan heb ik het misschien niet goed bekeken van achter de goal. Maar ja, dat is 1-1 perfect afgewerkt, dacht ik. Gewoon boom, keihard. Het was echt een knal wel. Dat is een knal. Maar... Was Bolat er teleurgesteld over achteraf? Ja, denk het wel. Ja. Het is ook, denk ook wel dat een beetje... Hij was een beetje verrast, denk ik ook, omdat Badji normaal gezien... wel respect, maar ik denk dat hij nog nooit met zijn links heeft gescoord. Nee. En dat waren zelf mee ook aan het lachen nadien dat hij eigenlijk zijn oude been is. Omdat een paar jongens van bij onze ploeg hebben mee samengespeeld in Brugge. Dus ik denk dat hij een beetje verrast was dat hij met links ging trappen. Ik vind wel dat hij kwaliteit heeft. Maar dat is Charleroi. Absoluut, vind ik ook een goede spits. Dat heel onverwachte doelpunten. Op een of andere manier slaagde hij erin toch altijd om goals te maken. Met spelers waarvan ik dat niet verwacht. Ik moet zeggen, ik vind een moeilijke ploeg om in te schatten. Ik vind wel, Charleroi speelde een bepaald type voetbal, een beetje het type voetbal van Mazu. Nou, iedereen moet weten hoe hij wil spelen. Maar Charleroi heeft wel een paar heel onderschatte voetballers. Ja. Want die hebben wel een paar echt goede voetballers die rondlopen. Die Zorgan. En Ilan Ahiritra, dat duo. Die twee zijn echt altijd aan het voetballen. Morioka kwam er niet meer in. Hè. En dat is op zich nu wel. Nu snap ik het wel, want we hebben het hierover gehad. Maar ik heb ze zien spelen bijvoorbeeld op Club Brugge. Op Agent en daar domineerde dat middenveld echt. Hey, de Saren Kums lagen onder dat type tegen Zorgan en Ilay Mahir. Ja, absoluut. Echt waar. Ja. Maar van Zorgan werd al lang gezegd van die gaan ze niet lang kunnen houden. Die gaan meteen naar een topclub. Ja, maar ik heb die ook al slecht. Ah, wel, voilà. De aura van Zorgan is er toch ook al vanaf. Ja, maar hij kan wel. En hij heeft heel goede statistieken ook. Ik was er maar niet van bewust, maar hij heeft... Ik weet niet wat zijn statistieken zijn, maar denk scoort ik... Vlot, heeft ik scoort vlot. 8 of 9 assists al heeft. En aan het groeien ook. Allee, bij hem gaat het... Ja, absoluut. Enorm. En hij is jong ook. Ik denk dat hij maar... Moet eens opzoeken, maar ik denk dat hij... Adem Zorgan, ik denk 22. Ja, voilà. Zeg, heb je gezien bij de goal van Badji? Hij wil gaan vieren en hij wil zijn trui kunnen trekken. Dat is de actie van het weekend. Ja, actie van het weekend. Hij beschermt hem tegen een gele kaart. Ja. Maar had hij al geel? Ach, dat weet ik niet. Ja, maar anders denkt hij met een concurrent. Trek het maar uit, vriend. Dat is nu wel... Die zijn, op Charleroi waren die twee ook... Die vonden elkaar op Bayo en Badji. Dus, maar nu, meestal... Staan ze niet samen in de ploeg, hè, bij de aftrap? Nee, nu wel, ja. Ja. Nee, dus Badji is ingevallen. Ah, Badji is ingevallen. Ja, ze zijn nog zo echt met lange ballen gaan spelen. Badji had al geel. Dus, Badji had al geel. Dat is zijn tweede geel geweest. Slim. En hij moest er echt aan sleuren om tegen te houden. 93. Ja, maar ja. Ik snap het, dat is toch Maar in de race, in de race naar de playoffs, de komende weken, gaan ze iedereen nodig hebben. Dat is een geweldig fantastisch moment. Slim bedacht. Ze moeten nog tegen uw clubje. Ja, oké, maar schrijf die al maar op die punten. Ja. Toch? daar gaan we niet te veel tijd aan verspillen. Toch aan KV Mechelen. Als de match effectief wordt gespeeld. Want dat is nu het is nog niet 100% zeker, maar... Ja, KV Mechelen was wel...
Het was een oefenmatch-vibe, hè? Ik ben na het feestje van de Fox ben ik nog naar KV Mechelen Brugge gefietst. Dat mocht wel. Toen was ik die mens even weg... Onder het mom van de Fox moet in zijn eigen bed gaan slapen, was ik al vertrokken. En dan eenmaal thuis de oma laten komen, laten babysitten en toch nog naar de match. Nice. Ik dacht, ja, het is toch tegen Club Brugge. Ja, ja. Ja, dat is toch een topmatch voor KV Mechelen thuis. Achter de kazerne was vol 14.500 man. Ik verwacht er toch wel iets van. En de ploeg is een beetje zieloos, tandenloos. Het is keihard om te zeggen. Ik denk dat... Ja, ik zit ook met de voer in, hè, want ik denk dat hij dat ook moet toegeven, dat de ploeg op dit moment echt gewoon tandenloos. Het was wel tegen een club dat zijn zaken wel op orde had, dat de match in handen nam en dat op zich wel terug een niveau haalde waarvan je dacht, als je die nu zag spelen, dan dacht je, ja, dit zijn eigenlijk, zo moet club veel meer matchen spelen en dan staan ze gewoon in de top 3. Maar zo mag Maliwa thuis niet spelen, nee. Dat mag echt niet gebeuren. Maar ja, dat is ook zo'n manier van denken dat je mee kunt in dat voetbal en je moet daar iets anders tegenover kunnen zetten. Ja. Maar dat anders zijn hebben we helemaal niet meer op dit moment. Dat lijkt wat weg. De Grinta, het gif. Voor mij zijn er ook een paar spelers op het veld die niet het Maliwa-DNA hebben. En ik weet niet of dat er nog in zit. Nee, maar wie? Ja, de voorlijn, hè, Ngoy en dat de nummer 10, dat Kroes, ze kunnen mij helemaal niet overtuigen. Maar hoeveel matchen hadden thuis niet verloren? Ja, veel. Hè? Dat was bijna het record. Ja, hè? Ja. Dan denkt het ook, hoe kan dat? Ja, maar we hebben geweldig gespeeld op momenten dat het echt van de moeite was. We hebben thuis en soms tegen ook Genk, mooie voetbal. Thuis tegen Genk hebben we eigenlijk een geniale match absoluut gespeeld. Absoluut. Ja, inderdaad. Die je altijd... Ja, nee. Dus heel raar. Dus je moet ook wel... Het gif gaat er dan uit als het niet van de moeite is. Bekerfinale. Iedereen denkt daaraan. Die match gaan we nog eens alles geven. Maar dat is een zeer gevaarlijke gedachte als je het daarvoor dat wel laat hangen. En ook wel... We mogen niet onderschatten, Club Brugge is nog altijd gewoon een echt goede ploeg en beter. En als die dus niveau beginnen halen, dan is het ook moeilijk voor KV Mechelen. Is ook geen schande uit. Nee, maar oké. Okay, maar de manier waarop je strijden, wordt, je moet strijden ten onder. De slachtbank thuis was daar en je liet er u heel makkelijk naartoe leiden. Ja, en figuur van Noah Lang valt dan enorm op. Hè. Zorgt direct voor commotie in het stadion die eerste 20 minuten. Omdat hij zit in de flow. Ze krijgen die penalty, hij scoort. Hij zit direct goed in de match. Vingertje. Het vingertje, het hartje. Het cynisch applaus voor het publiek. Maar ik vind dat op zich... Als het daarbij blijft en het publiek zong dan hij is te slecht voor Amsterdam, dat vind ik oké. Okay. Van mij mag dat. Okay. Als dat aan onze kant gebeurt, met een speler van ons, dan vinden wij dat een held van de avond. Ja. Dus ik vond de reacties bij de KV-supporters online en wat dan ook fel overdreven eigenlijk. Maar dat is wat Noah Lang opwerkt. Of opwerkt, hij heeft, sorry. Bij, en hij heeft ook nodig, denk ik, om zijn prestaties te halen. Ja, hij geniet daarvan. En zijn familie zat tussen de KV Mechelen supporters, dus dat hartje was naar zijn vader, denk ik. Ja, daar in de hoek. De hoek van Steve Tielis. Voilà. Ja, juist aan de naar de kern van de KV. Die Steve, je hebt me dat verhaal nu verteld. Ja. Die gaat ook in die zijn volgende een concert zit toch 100 man van Club Brugge. Ja, maar Steve Tielis gewoon even mee te zingen. Dat is blijkbaar een charmezanger. Die even zich van zijn minder charmante kant liet zien. Het is Koekenbak, heeft hij gezongen. Wacht, we zullen het unisono uitleggen. Dus het was links, als je kijkt naar het veld van KV, door de hoofdcamera, links in de hoek, liep Noah Lang voorbij en ze pakken hem close en je ziet daar op de achtergrond, ik ken die van... Koekenbak. Ja, is dat dat? Ja, het is Koekenbak. Nee, van een programma op 4, denk ik, of zo. Superfan. Ook, ik weet niet. Ja, dat is wat. Je ziet hem in close in beeld. Je ziet hem, kijk naar tv. Hè. We werken in tv. en je ziet hem, ik weet niet wat hij zei, maar je ziet hem duidelijk iets verwijtend roepen naar Noah Lang. En dat is opgepikt geweest op Highland. Volgens omstanders viel het zeer goed mee wat hij riep. Dus het is wat overdreven. Maar die man heeft al 7 pinten op. En tuurlijk, maar goed, je ook niet helemaal afmaken. Nee. Ik zag voor mij dan al, als ik dat hoorde, zo, het volgende in een of ander circustent staat hij dan... Wat die zingen en ineens stonden ze 50 van de naar de kern van club mee te zingen. Zo. Of ze net iets aan, of Noah Lang te roepen. Zo net. Ja. Dat is wel gevaarlijk inderdaad, als je een beetje gekend bent dat tot doen. Ja. En weet je wie ik heel goed vond? Mats Rits. Ja, die was man, zijn assist was... Om toch ik heel, net heel al zeggen raar. Toen we bezig waren over zijn... Wat zijn we nu over het feit van wat de grootste fout is van Parker? ja, dat hij Rits niet zet. Heb jij dat gezegd? Ja. Ik vond dat. Ik ook. Ja. Allee, en hij komt ook terug van een zware blessure. Hij had ook al wat meer tijd nodig. Omdat hij is best in die dubbele rol. In
zijn waar het nodig is als de tegenstander een bal heeft, maar ook slim mee. En, ja. En voetbal, hij wil altijd voetballen. Hij is belangrijk. Maar nu dat ik hier in het panel van 90 Minutes is me gaan schuiven, eigenlijk, ja, een vraag. Ik heb schrik. Ik heb schrik, ja, we gaan de komende jaren gaan er altijd 2,5 ploeg uitzakken. En ik heb schrik dat KV Mechelen, als ze zonder geld de transfermarkt gaan moeten blijven opgaan, dat ze volgend jaar zo te waargenomen voor Stende zijn. Heeft geen geld, of... Die nog ander? Ah, dat is uw stiefpa, of wat? Ah, nee. I wish. Dan stel ik mezelf aan als technisch directeur. Ja, maar weet je wat? Weet ik heb daar schrik. Zulte Waregem, Oostende zijn voor mij ook wel clubs. Allee, ik kijk daar graag naar. Gelijk Zulte Waregem, die hebben Vossen, Gano, die gaan er ook gewoon uit. Waarom zou het bij Malinois niet gebeuren als hier niks gebeurt in die ploeg? Okay. Als er slecht beleid is, kan het snel gebeuren. Slecht sportief beleid bij Waregem. Ja, slecht beleid. Het gaat ook over geld. En ja, je hebt een smalle kern. Als je minder geld te besteden hebt, zul je sneller ook gewoon een keer een seizoen spelen, dat je aankopen niet meevallen. Ik kan dat daar er toch tegen, eens jongens vertrekken. Ja, ik kan daar tegen. Hè. Van onderstaan, ik vind dat helemaal niet zo erg. Als ik zie een ploeg die doet er hun best aan en dit seizoen hebben we net genoeg gedaan om erin te blijven, maar ik weet gewoon financieel gezien die zakken een drama in België. Dus ja, als club wil ik dat niet. Ja. Ik was dan aan het denken, als je gisteren, Yaremchuk, stel, maar dat kan niet meer in deze wereld, want die heeft een transfer gedaan die belachelijk was voor wat hij eigenlijk kon, namelijk naar Benfica. Maar dat is ondertussen wel de overwaarde die gecreëerd is. Club heeft ook overwaarde betaald. Maar het zou eigenlijk zalig zijn dat zo'n speler die mislukt is bij een ploeg, en dat kan iedereen overkomen, want zet die bij KV Mechelen, die maakt 20 goals en je doet mee voor play-off 2. Correct. En misschien zelfs, als je heel veel geluk hebt, weer een keer vijfde, dat je juist niet play-off 1 had, de specialiteit van KV Mechelen de voorbije 10 jaar. Ja. En met altijd eigenlijk goed voetbal, want dat klopt wel nog. Je hebt nog altijd in thuismatchen goed voetbal gespeeld. Voetbal, in uitmatchen is het soms niet om aan te zien. Valt het uit elkaar vanaf de eerste tegenslag. Maar in thuismatchen, als schoofstorm, als die draaien, is dat... Maar er komt heel veel op die jongens. Als je Lavallée ziet tegenover Schoofs, ja... En je moet elke zomer... uw mannen gelijk Vinicius en Kuipers vervangen door nieuwe Kuipers en Vinicius. En die vind je niet elke zomer. Maar je hebt nog het geluk dat uw geraamte met Schoofs en Storm, dat en, die passen en Hermans staan. Hermans is dat die drie, die V, die staat er nog. Hè? Want als één van die drie was dan weggevallen... Ik herinner me dat zowel Storm als Hermans niet meedeed tegen ons. En dat was 40% van uw aanvallende impulsen zijn weg. Dat was... Op Westerlo was dat. Op Westerlo, ja, op Westerlo. Ja. Dat mag ik ondertussen wel vertellen. Hè. Dat was een van de grappigste dingen van dit seizoen. Dus ik was naar binnen gegaan. Ik was komen kijken naar die wedstrijd. En ik was naar binnen gegaan. En je weet, je stapt dan die spelerstunnel in. Ja, want de persruimte is eigenlijk halverwege de spelerstunnel. Ja, in het begin, dus, en dan kwam ik terug naar buiten. En ik bots op... Jordi van Lerbergen. En die zien mij, die verwacht mij daar niet. En ik zeg, ik geef die een hand of hij stikt. Ja. Allee, ik mag het gaan oplossen. Dat was een goede koe. Wat het grappige was, dat hij me vertelde, maar ik had Jordi van Lerbergen dus iets vroeger in het speelstoel gezien. En hij zei juist hetzelfde tegen mij. Dus ik wist eigenlijk wel wat. Dat was zo goed. Maar dat was een komische timing. Allee. Ik mag het gewoon ook. Maar dat was een zelfrelativering. Ja, dat was niet slecht bedoeld. Nee. Dat was zo slecht in de eerste helft. Dat was echt... Ja, die jonge spits aan de Mechelen, die mocht met rust binnen blijven. Ja. Swalle. Ja, dat was gewoon de exponent van een ploeg die op dat moment... En als 16-jarige, dat was ook niet draaide. Maar ja, wat zou de oplossing zijn voor u? Tweede klasse... Of 1B leefbaarder maken, dat het niet erg is als je een keer zakt. Die discussie, daar zijn we uren bezig. Wij moeten met 14.500 thuisfans, met dat stadion, daar moet een systeem gewoon door, dat we met weinig geld toch een soort van zekerheid op eerste kunnen bouwen, maar dat wordt echt niet gemakkelijk. Maar er is wel beterschap op komst financieel, of niet? Ja, maar daar gaan eerst andere putten mee gedicht moeten worden. Hè. Dat gaat niet naar spelers gaan, hè. Zeker niet. Nee, ik heb al 3 keer bij Tim Matthijs liggen zagen om Tuur toch eens te bellen, want die is vrij van de zomer. Maar dat gebeurt niet, omdat ze weten dat hij te veel verdient. Maar die Maar even zijn er dan weer fouten gebeurd na Remember... Ja, we hebben een fantastisch... een waanzinnig duur stadion. Te duur, veel te groot, megalomaan, die afbetalingen... Nee, niet veel te groot, want het zit vol. Nee, maar de eretribune is gewoon te duur gebouwd.
Vind ik. Dat is mijn en die schulden... Maar dat jij die loge hebt, dat bedoel je. Ja, die jaarlijkse afbetalingen liggen heel hoog. ze nemen een over te dragen verlies elk jaar recurrent van 4 miljoen. Dus als ze geen transfer doen, hebben ze 4 miljoen verlies. Door gewoon, die bouw? Nee, doordat het Belgisch voetbal gewoon te veel geld uitgeeft aan lonen. Mm-hmm. Ja, man. Dat is echt waar. Oké, dat is wel een remember. Ja, maar dat wordt bij Westerlo wordt dat door de Turkse eigenaar bijgepast. Okay. En bij Mechelen past niemand dat bij. Okay. Mm. Dat is een enorm groot probleem. En als je niet meer hebt met het geven van lonen, dan komt niemand van de molen. Voilà. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal... En dan binnenkort krijgen we nog die financieel picuur van propere handen, waar dat we nog een beetje voor moeten sparen. En dus dat hangt ook wat boven die club. Dat gaat ook over een paar miljoen. Ja, het is niet simpel. Maar als ik naar Brugge keek, en ik vond ze ook wel echt heel goed. Allee, de eerste helft vooral, tweede helft niet. Ja, die Rick de Mil, dat wordt hem dan of dat wordt hem dan niet? Zijn vondst, hij speelde met 4 middenvelders. Sonja Dika zo wat voor de defensie en in balbezit heel vaak ertussen. Ja, dat werkte wel. Of werkte het door KV Mechelen of werkte het omdat het goed in elkaar zit? Beide zeker. En beide, maar laat ons nu ook wel nog even weer afwachten. Absoluut. Tot de volgende wedstrijden. Maar ze hebben... Oké, als Gent alles wint, is het gebeurd. Hè? Zitten ze er niet in. Hè? En dat is dan toch... Nog naar Union, zeker? Ja, dus nu dus Gent thuis tegen Union. Ja. Dan speelt Gent... Fuck, het stond er juist op mijn papier. Maar dat wordt een matchje Gent-Union. Toch? Ik heb helemaal vergeten. Ja, maar niet alleen. Hè? Het is ook nog wel Stende Gent, zeker? Hè? Ja. En tussendoor Gent natuurlijk tegen West Ham en op KV Mechelen ook. Okay, ja, want zij waren nu al aan... De supporters van Gent zijn nu al boos van... Ja, ik hoop dat we het er ook cadeau krijgen. Ja, omdat dat een beetje leeft. Omdat ik denk wel cadeau heeft gekregen. Ik denk wel dat de laatste wedstrijd voor de bekerfinale. Ja. De laatste wedstrijd voor de... Nee, dat is niet waar. Nee, thuis cadeautje. Tegen Oostende. Het is niet de laatste wedstrijd voor de bekerfinale. Maar alles is goed voor de bekerfinale tegen KV Mechelen. Ik bedoel, dat voelt ook wel. Ja. Kijk, als Luigi een van onze bankzitters wilt kopen voor 2 miljoen van de zomer, meer veel, hè. In Mechelen kennen wij daar alles van, hè. Ja, chakelaars. Eigenlijk. Maar Noah Lang zei wel, als we 3 keer winnen, dan zitten we sowieso in play-off 1. Ja, nee, Gent gaat nog punten laten liggen. Oké. Okay. Ja, maar hij is ervan overtuigd dat Gent punten laat liggen. Dat is een boude uitspraak, hè, want die is op niks gebaseerd. Zou je die maken, denk je? Ik zou dat niet doen. Ik zou altijd zeggen, we hebben het niet meer in eigen hand. Dus al wat wij kunnen doen is 9-9 halen. En dat gaan we doen. Ik denk ook dat Gent gaat er dichtbij zijn. Alleen vrees ik dat ze hun Europees parcours dat je een punt gaat kosten. Dat wil dus zeggen dat Mechelen en Oostende, dat daar puntenverlies gaat inzetten. Zaterdag is zonder Europees parcours nog. Hè? Ja. Zaterdag is Gent-Union en Union speelt ook nog. Dus dat wordt de match. Hè? Maar dat is juist het probleem. Moest het nu andersom zijn geweest, had het beter geweest eigenlijk voor hun. Want dat zijn volgens mij de gevaarlijkste matchen voor Gent. Zo tegen Oostende, tegen Mechelen, omdat ze... Ze moeten. Maar ze hebben zoveel scorend vermogen. Ja, nu op dit moment. Die kleine flow wel weg. In de flow gewoon. Ja. En Ojija was nu echt... Oh, hij was goed. Lepoin, hoe oud is Lepoin? Weet je 39? Ja. 38, 39? Ja. En Valkens? 33, 34 ook al? Niemand gaat nu toch nog een contract... En ik heb respect voor wat die jongen nog doet. Lepoin bedoelde. Lepoin, dat stopt toch nu. Damien Marc heeft een nieuw contract gehad bij Charleroi. Nuttige speler. Ja, kom man. Geweldige gast ook. Die weet iets. Ja, maar dat geloof ik. Maar als die meedoet, dan wint Westerlo. Hè. Allee, ik vind dat echt... Wat zeg je? Evert, die weet iets. Dat wordt over dan gezegd. Die heeft heel veel in de basis gestaan dit seizoen. Sinds Mazu er is, speelt hij alles. Ja, altijd, ja. De Rijk, sorry. Die tackle op Vermeeren. Ja. In die vrijdagavond. Dat kan. Carrière bij dat vind ik zijn echt heel waar. Pech. Dat is het VAR-moment van mij. Laat al de rest me vallen dat de VAR daar niet zegt van hey, ga kijken, donkerrood, dat begrijp ik niet. Ik ben het daarmee eens. Ja. Maar hetzelfde ook die takkel, kun je wel even zien van Ozorn, wat voor? Ja. Inderdaad, bij ons. Ik begrijp het ook niet zo goed. Hij wordt naar de VAR geroepen en hij gaat kijken. Maar de VAR mag toch enkel kijken voor rood of voor geel? Ja, ik begrijp dat wel. Maar ik begrijp... Dat is de VAR. En als de ref denkt van ik vind het geen rood, maar ik ben wel mis dat ik geen geel gegeven heb, mag hij geel geven. Dat vind ik op zich wel goed. Maar hoe kun je die fase 4-5 keer vertraagd zien op de VAR en daar geen rood voor geven? Dat de voet ik zou daar, naar beneden, op de grond. Ja, en blijft. ook niet en zijdelings komen. Ja. Maar ik het begrijp is heel het, hè. Wild, hè. Het is heel wild. En je kunt rood, maar ik begrijp daar wel ergens geen. Ik vond het een Schwalbe. Nee, ik vond het echt rood. Het is ook niet voor niks dat Mazu met rust afvalt. Ja, natuurlijk. Nee, absoluut. Risico, ja. Maar ook, want hij kreeg geel.
Maar vijf minuten daarvoor moest hij al geel gehad hebben. Ja, ja. Was het randje. Ja. Ja. Ja, met die tackle langs de lijn, hè. Niet ver van de bank. Hij is goed weggekomen over heel de match, absoluut. Op één helft. Ja, en eigenlijk, het is raar, want in dat VAR-moment, tot dan hadden we de match onder controle, en eigenlijk de vijf minuten na dat VAR-moment geven we het weg. Ja. Geven we twee goals weg. Dus ik zeg niet dat het daardoor komt, maar je hebt zo het momentum even. De schwung, ja. Even ligt het spel stil en lost je greep. En, zeg, die Matsuo, wat voor een jongen is dat eigenlijk? Is een Japanner? Iedereen moet tegenwoordig Japaner hebben in de ploeg. Heel rustig, heel stil jongen. Ja. Zijn Engels is nog niet zo goed, dus het is soms moeilijk om hem te communiceren. Maar ja. Hij is wel leuk, hij is wel een toffe gast. Maar het is niet dat hij zo... Je kunt er nog niet echt een gesprek mee voeren, omdat het Engels moeilijk. nog niet zo goed is. Zeg, hoe heet dat van Cercle? Hoeveel goals? 14 of 15, ja. Hè? Ja. Hey, en dat is, dat zie je. Ik vind dat een geweldige kerel. Ja. Die speelt mee met Japan op het WK. Ja. Ja, is waar. Ja, de tweede wedstrijd. Hè? Die komt terug naar Cercle en die blijft. En die heeft een goede kop, vind ik. Die lacht, die is happy, die werkt keihard. Die scoort makkelijk. Hij scoort makkelijk. Heel ambetante spits. Ja, slimme, goede spits. Ik ben het gaan opzoeken, omdat inderdaad, die valt nu toch al een hele tijd op. Die heeft hiervoor ook al 4 jaar lang dubbele cijfers in Japan. Ja. Dus dat is geen toeval. En in eerste klasse bij een topploeg in Japan. Dat is een gatenduiker. Die is altijd... Die versnelling van 4 meter, maar hij maakt ze. En hij dicteert passes. Hij zegt... Hij dwingt ze af. Zo bedoel je, hè? Ja, dat snap ik. En Cercle, sorry, dat begin tegen Kortrijk. Ja, maar ja, kun je daar nog van schrikken? Stork was niet boos, hè? Nee, achteraf. Stork zei, ja, dat is ons DNA, dat hebben wij niet. Nee. En dus ik verwijt het ook de jongens niet, wat wij kunnen dat niet aan. Wel, toch? Ja, maar ja, oké. Okay. Ja, nee, mag je altijd... Ja, maar ik vind het wel mooi. Ja. Want je hebt inderdaad altijd... Oh, Grinta, dat is het minste wat je moet hebben. Ja, maar je ziet toch al maanden op Cercle te kijken als coach. Het is toch je eigen schuld dat je jongens geen plan geeft. Hij zegt, het zit niet in hen. Ik kan het er niet uitkrijgen, want het zit niet in hen om Cercle te matchen. Dat geloof ik ergens wel. Je moet toch een plan hebben tegen zo'n ploeg. Ja, maar als je zegt van... Wat hij eigenlijk dus zei, misschien doel op 6 elk jaar tegen Cercle. Sowieso. Op Cercle, om dit moment, kunnen wij niet matchen. Er zullen er weinig op die manier zeggen, maar er zijn wel nog... KV Mechelen kan het niet matchen op Cercle. Nee, het is niet Real Madrid waar je naartoe gaat. Nee, maar ze doen wel iets... Ja, het is, ze iets, doen iets heel specifiek. Heel duidelijk specifiek, heel, wat je inderdaad weet. Maar oké. Dan kun je ook zeggen, ja, wij hebben minder begrip. Dat wil ik eigenlijk bedoelen. Omdat je nu Real Madrid zegt, hè, ja, uiteraard, we hebben minder begrip als je wordt kapotgeschot door Real Madrid en je staat na 10 minuten 4-0 achter. Als je Kortrijk zei, ja, tegen Real Madrid, ja, die kunnen zo goed shotten. Maar we hebben geen begrip als je tegen Cercle wordt overlopen, overdonderd, over... Want dan zeggen we, dat is maar lopen, hè. Ja, misschien zijn ze wel... Want zo waanzinnig goed daarin dat je niet kunt matchen. Ja, die coach pompt dat erop. Ja, nee, dat je niet kunt, dat is iets anders. En tegen Real kun je niet, dus daar klopt mijn redenering niet. Maar er zit zo wel iets in dat we stiefmoederlijk behandelen. Zo. Somers en de man zijn wel, qua high-intensity runs en zo, Europese top. Hè. Ja. Die staan echt bij de beste in qua aantal... Top 10, hè? We hebben een extra time al 2 keer gebracht. Ja. Maar daar zijn dan toch tientallen scouts elk weekend. Ja, maar ik denk dat die dan wel komen kijken. Die denken, ja, maar... Het is niet enkel genoeg aan de bal. Ja. En die ploegen spelen dat niet. Oké, maar kun je dan zeggen van zo'n Somers... Allee, het is niet zo, maar kun je dan zeggen... Ja, ik kan niet shotten, maar hij is wel enorm nuttig. Nee, als je te cru bent... Zegt die scout dat wel van die grotere ploeg? Ja. Hij kan niet goed genoeg shotten om hem weg te plukken. Maar we zijn wel super onder de indruk van... Maar ja, een Premier League ploeg neemt geen... In Duitsland zie ik dat wel nog ergens. Het is gewoon een bizar verhaal, Cercle. Want je zou dan denken, als die dat nu nog een beetje kunnen doortrekken en ik weet niet hoe dat ze dat nog moeten verbeteren, dan gaan die toch meedoen voor top 4 volgend jaar. Maar ja, als je nu zegt, met dat type spel, je kunt dat niet counteren. Met een gewone selectie in België kun je dat niet counteren. Jawel. Nee, met een gewone niet, maar met de echte... Topploegen moeten daar in principe voetbal... Want dat
zorgt ook voor ruimte. Als je kunt daar onderuit spelen. Ik zal een voorbeeld geven. Als wij tegen Cercle speelden, we speelden allereerst competitiematch tegen van het seizoen. Oké, nog niet met Moeslietje. Nee, dat is waar. Nee, dat was waar. Thuis, hè? Ja. Dat was Talhamer zeker toen. Hmm. Ja, die speelt hetzelfde. Die speelde maar de minder goede versie. Ja, maar wel ook heel hard op dat fysieke. Heel lange bal, heel jegerpressing of zo. Ja, gegen. Lask. Ja, exact. Ja, dat. Lasklens. Maar wij wisten wel van, als je in twee passen kunt veranderen van kant, ligt het helemaal open daar. En als je daar door kunt spelen... Bijna blind. Ja, dat is echt. Dan kun je zo kapot spelen. Maar het is niet gemakkelijk om er onderuit te komen. Dat is wel, jullie hebben 6-6 gepakt. Ja. Ook daar gaan winnen. Ja. Dat was wel... Ja, dat was ook... Maar het is eigenlijk raar, want zoals gezegd, je weet wat ze gaan doen. Normaal gezien trainen wij in de week voordien op de sterke en zwakke punten van de tegenstander. Bij hun, wij waren heel de tijd aan het trainen op twee ballen, omdat ze gewoon heel de tijd lange bal trappen. En dan bij het druk zetten, geen risico's van achteruit. Ja. Snel van de kant veranderen en geen laterale ballen, want dat is dodelijk tegen hem. Nou, ik zit al 3 jaar te roepen, Hotic, maar die zit nu gewoon op de bank. Maar dat is wat ik wil zeggen. Ja, omdat hij is weg nu toch, Hotic? Dat systeem, ja. Maar daarom bedoel ik dat voor top 4 niet haalbaar is, omdat een speler als Hotic, dat is zo'n speler voor dat type voetbal. Maar dat past daar niet. Dat gaat niet. En voor top 4 moet je dat... Dan moet je dat hebben. Moet je dat kunnen verbinden. Ja, moet je die bijen hebben. En moet je dus waarschijnlijk een Hotic hebben met loopvermogen. Ja, maar die zit niet bij Cercle. Dus is dat de reden dat dat niet top 4 zal worden? Ik ben wel benieuwd. Zondag Antwerp Cercle. Of dat Antwerp daar bijvoorbeeld tegen... Antwerp wel. Ja, maar is Jansen fit? Moet het nog volgen? Maar zelfs ik vond ze echt sterk op. Maar ze missen hem toch, hè? Ze missen hem, maar ik vond de ploeg wel. Ja, absoluut. Ja, sorry, ze hadden ook tegen Charleroi kans genoeg om te scoren, hè? Maar ja, als het dan juist weer spitsen Vermeeren is. Vermeeren was zo goed, man. Echt, behalve die ene fase erover zitten sms'en. Die ene actie dat hij. Dat is 14 meter bal aan de voet en hij moet hem naar rechts goed meegeven. Maar hij weet wat hij moet geven. Maar volgens mij komen zijn passen niet uit. En hij geeft hem op het verkeerde moment. En met buitenkant rechts. Ja, ja. Jammer. Maar hij had eigenlijk 2 assists voor... En wat ik zo mooi vond, was mag je zin af? Voordat 0-1 werd, ja, eigenlijk. Ja, voordat hij... Geeft hij eigenlijk 2 keer een bal die eigenlijk goal had moeten zijn. He, die ene... Want hij komt meer en meer in de 16. Hij speelt hoger dan de hoger en hij komt... Maar, het is ook door Keita dat hem hoger kan. Dat is wel goed. Maar wel een prachtig moment dat Alderweireld naar hem ging. Ja. Na die penalty. En dat ik dacht echt zo, allez, gaat zo, het is niet, hè, maar ik zag dat ze rimpels en tattoos bij jeugdbuisjes en blokjes. Ja, niet dat Toby al rimpels heeft, maar ik bedoel, dat was, ik vond dat echt mooi. Ook knap van Alderweireld, weet je? Want hij besefte hoe belangrijk dat was voor Vermeeren, die penalty-fout. Ja. Slimme gast. Dus, maar hij zal toch wel echt weten en herkennen wat Vermeeren in zich heeft. Natuurlijk. Toby is toch de eerste die aanvoelt, oké, dit is een echte diamant of dit is eentje... Ja, dat was dat moment op Genk, hè, dat Vermeeren in de 16 zo nog voetbalt en de bal kwijtspeelt. En dat ik altijd wel zo zie kijken van... En roepen ook al. Hey, vriend. Dat was op Genk inderdaad. Ja, dat was een geweldig moment, maar dat doet hij ook alleen maar die verbazing. Ja, je zei dat ook bij ons, toch? Want het was een paar weken geleden bij ons, Toby Alderweireld, hij sprak heel hoog ik was over. Ziek toen ik... Over, ah ja, dat is waar. Ja. Sam Kerkhoff zat daar. Ja. He's making it big. Making it big, baby. Nee, ik vond ook, want daar had ik nog even wel mee, ik vond dat moment voor Dean Jack, dat jongenske dat overleden was met een ongeluk op zijn school, dat vond ik prachtig. Muur, oh, dat muur, vond ik waanzinnig. Ik kreeg echt kippenvel. Ja, het voetbal, af en toe is dat echt wel heel mooi. Ja, dat was een prachtig moment. En ook overgenomen nog de dagen daarna door... Sommige supporters. Ja, maar ook bij Waregem en ook iedereen. Dat was echt, en ook Toby Alderweireld, dat ging er echt ook voorop als kapitein. En ik wou dat gewoon even zeggen. Ja, dat is 100% waar. Je gaat hier geen supportersgroepering schofferen zoals de vorige keer. Hè. Ja, maar als je dat wilt, ik heb er nog een paar. Straks. We hebben nog 45 minuten. Maar we gaan het op 90 minuten proberen te houden. Want het is al laat, niet super laat, hè. Want jij moet op tijd in je bed natuurlijk als profvoetballer. maar anders... We zijn heel vaak 2 uur aan het maken de laatste tijd. Hebben jullie dat ook door, of niet? Ik weet niet, nee. Ik vind dat hier altijd tof. En... Ja. Ik heb mij wel verontschuldigd voor mijn...
dialectklanken, ja. Hè, hier in deze, dat komt echt door die zetel. Je schaamde je echt. Oh, ik schaamde me net. Het is extra time. Nee, maar ik zou het begrijpen. Dus daarnet zijn we extra time begonnen met een fragment van 90 Minutes van het uur. Namelijk, we hadden Hervé Koffie in de Ja-Nee. En ik vroeg aan hem van, ken de 90 Minutes? Die keek echt zo van, nee. Dat was de reactie die we wouden natuurlijk, om daar dan uit te komen. En om dan... Uw penalty-voorspelling. Voilà, te zeggen, je had beter gekeken. Ik ben mijn punt kwijt. Ja, dat ah ja, en dan tonen we dat fragment in de studio en Filippo zegt, oh nee. Ik schaam me dialect. Bloot, maar ik hier veel... Ik praat hier niet met mijn tv. En dat komt omdat ik me hier te goed voel en te... Het is te gezellig. Te gezellig. En die zetels en vrienden onder elkaar. Mij stoort niet. Nee, oké. Okay, de taaladviseur, hoe heet hij? Ruud Hendricks? Nee, Hendricks is weg. Hè, ja, jammer. Ik kreeg trouwens die opmerking ook wel vorige week. Iemand sprak mij aan over Night Minutes en zei, ja, leuk, je doet dat goed, bla bla. Maar soms moet je iets beter articuleren, want ik versta niet altijd alles wat je zegt. Dat vind ik wel jammer. Dus ik ga erop letten. Wauw, het is niet altijd erg om af en toe een krit te missen. Nee, niet altijd alles horen. Nee. Maar het is... Philippe, jij zei tijdens Liverpool Man City dit weekend, want ja, het viel op omdat het zo'n uitspraak was die alleen jij kunt doen. Iets van, Man City is de enige ploeg die zowat de tijd en ruimte perfect beheerst. Ja. Ja. Maar ik heb soms gevoel dat Philippe hier in deze studio de tijd volledig vergeet. Als ik naar 90 Minutes luister. Dat vind ik ook wel. Maar dat vind ik op zich wel een positief punt. Absoluut. Want dat komt natuurlijk, tot verhalen die dat alleen maar hier. Alle ballast is weg. Hè. Er moet niet naar beelden worden gekeken. Wij zijn goed, hè. Nee, dat bedoel ik niet. Maar dat is gewoon... Ik ben hier aan het slijmen eigenlijk. Nee, maar dat is het podcastfenomeen. Dat is wat het anders maakt. En mensen die zeggen, oh, ik zit wat tijd. Dat is appelen met peren vergelijken. Eigenlijk mag je dat niet vergelijken. Nee, dat zijn alleen waren wij daarnet, zeiden wij daarnet tegen elkaar. Wij stapten uit de studio van... Hey, en dat is echt niet dat we altijd zeggen van wauw, het was wauw. En nu zeiden we, hey, het was echt tof. We hadden echt een goed gevoel. En dan keken we naar elkaar en we zeiden... Eigenlijk ging er een beetje een podcast-vibe. Ja. En dat is eigenlijk... Vangt dat eens. Ja, dat is heel moeilijk. En dat gaat ook niet altijd. En dat moet ook niet altijd. Voor mij is dat een goede flow. Hè? We gaan nu heel technisch, maar ook hier... Ik stuur heel weinig. Ik heb wel een structuur en we volgen die meestal wel, hoor. Maar dat is zo wat kneden. Maar in een tv-programma moeten echt... Ja, dat is wel een goede naam voor hem. Structuur. Structuur? Nee, ja. Geen structuur. Nee. Ooit structuur. Nee. Maar in een tv-programma moeten... Ja, je moet die beelden op voorhand... Ja, hoe lang heb je voor Extra Time gewerkt, Evert? Want mensen weten dat misschien 6, te weinig. 7 jaar toch, denk Kijk, ik. Voilà, cool. Of zelfs meer. Jullie hebben samen de cake op de week gemaakt, hè? Hij was mijn tot slaaf gemaakt. Dat is echt de beste leerschool ooit. Nee, nu kom. Stop ik met mijn veren in zijn gat te steken. We gaan door over... Over voetbal. Voilà. Ik moet misschien even Nagelsman zijn naam laten vallen, die vertrokken is. Er is een hele trainerscarousel. Ja, die misschien op dit moment al in Londen aan het tekenen is. Ik heb zitten denken daarnet, is dit nu de ultieme revanche van Tuchel? Tuchel heeft eigenlijk Graham Potter. Dus Tuchel heeft zijn job verloren omdat Potter kwam. Wacht, ik ga het anders formuleren. Tuchel is ontslagen, is opgevolgd door Potter en heeft nu revanche kunnen nemen door bij Bayern München aan de slag te gaan, waardoor dat Nagelsman, die weg is, nu waarschijnlijk Potter wegduwt. Ik leg het heel slecht uit, maar dat was de carousel die ik voor ogen had. Ik denk dat de fouten gewoon... dat de problemen... los van wie kan wegduwen, dat de beslissingen genomen zijn. Ja, we kunnen ons niet verbazen over het feit ook hoe dom Chelsea heeft gedaan. De voorbije maanden met kopen en doen, allemaal waar. Maar oké, ze presteren onder hun niveau en Potter is niet de Potter die hij was bij Brighton. En De Potter van in het begin bij Brighton was ook maar net degradatie vermijden. Ja. Hè? En met slechte reeksen van het seizoen beginnen, dus die mens heeft tijd nodig. Wel met goed voetbal. Vaak. Ja. Dan was dat ook nog normaal. Ja. Weet je, dat vonden we niet raar. En als je nu maar je moet hem moment, tijd geven. Dat dus. Moment, daar kan de Potter daar weer niks aan doen. Mudryk, die bal van op... Past die op, leg die toch op zijn? Ja, of gaat 2 meter dichter. Ah, die, bedoelt, die, ik bedoel, maar ik bedoel, die trap. Ik bedoel, die eerste, ja, niet meer rechts. Ja. Die trap met rechts, die hem zo op, kan oprollen. Oh, jongens. Maar die eerste moet hij gewoon opzij leggen. Ja, ook opzij leggen, tuurlijk. Dus dat is niet Potter, hè. Dat is die ene van 100 miljoen die op Liverpool dachten we allemaal, wow, sensatie. En dat is heeft gewoon nog tijd nodig. Hij zal ook tijd nodig hebben. Maar ik bedoel, geef daar wel 100 miljoen aan uit. Hè? Want Arsenal wou die. Nee, wij moeten die hebben. Hè? Ik bedoel,
Die springen gewoon op alles wat beweegt. Die hebben toch de zotste dingen. Maar doe ik gaan halen. Maar alleen bedoel, jongens. Er is ook wel blij voor Potter dat het afgelopen is. Want hij is precies 15 jaar ouder. Die mens is gelukkig nu. Heb je die foto gezien van hem toen hij vooraan kwam bij Chelsea? En nu, ze spreken over Leicester. Ja, dat denk ik wel. Maar het is jammer dat het nu al is. Een dag later. Dat is eigenlijk voor Potter. Maar de timing is toch raar voor het ontslag van Potter? Nee, ze spelen. Nee, allee, nu bedoel ik, waarom nu? Calvin is inderdaad al verdronken. Waarom nu? Die hopen op de Champions League, man. Die denken, we gaan dat nog iets doen. Nee. Man, tegen Real nu twee keer. Maar die hopen daar. Die hebben vorig jaar... Moesten die door, hè, tegen Real. Dus ze denken, oké, we willen inderdaad, we gaan Real uitschakelen. Met wie dan? Met Nagelsmann. Op korte termijn. Maar ja... Dus jij denkt aan een Nagelsmann op twee... maar twee matchen, hè. Alles... Ja. Maar dat kan dat toch ook onder Potter? Ze hebben Dortmund uitgeschakeld. Nee, onder Potter ging dat niet meer. Nee, dat kan niet meer. Ik snap het wel, het nieuwe trainereffect. Ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, hè. De kans is klein. Maar dit is... Waarom... Allee, dus wat is Champions League? Napoli-Milan 0-4. Als u dat overkomt in de Champions League, ligt eruit. Hè. Ja, Napoli staat 22 punten boven Milan. Ik bedoel, het kan, hè. Maar het is toch, je gaat toch niet een heel nieuw verhaal heropbouwen van de club, blablabla, weggooien omdat je een kans wil tegen Real Madrid in de Champions League. Nee, maar omdat je al niet meer gelooft in Potter. Ja, dat is altijd zo. Omdat je het 7 maanden hebt aangezien, omdat je denkt, nee, dit gaat het echt niet worden. Dit kan niet meer. Ja. Het was wel echt onder de ondergrens. Want ik heb wel lang gedacht, ze wouden een nieuw project. Ze hebben hem een contract van 5 jaar gegeven. Hoe lang is hem trainer geweest? 6, 7 maanden. Dat is echt wel heel Het geld heel dat hij meepakt, jong. Dat heb ik nu gelezen daarnet. Wat hij eigenlijk moet uitbetaald krijgen. Van 60 miljoen? 60, 70 miljoen euro. Zou dat niet een sabbatical van een jaar of 30 nemen? Ja, maar dat is toch... Allee, voor een trainer is dat toch ongezien? Nagelsman zal er ook niet dat ver Dat doet mij ook wel een ander licht op Potter, want... Ik dacht altijd, ja, dat gaat nu nog ene zijn die niet dat soort waanzinnige bedragen is. Ja, wel jongen. Ook Potter, hè. Jawel, tuurlijk wel. Zeker hij. De slag van zijn leven, hè. Zeker hij. Hij is begonnen in de Zweedse, zoveelste klasse. Ik gun het hem. Echt waar. Het die zakken van Boli, zeker. Het is ook een Clear Lake. Ja, je bent geen fan. Ja. Maar nee, dat snap ik, Aster. Ik snap wat jij bedoelt. Maar ik dacht vanuit Potter en het type mens dat... En dat wat ook pijnlijk is, is dat hij in De Zerbi eigenlijk nog beter speelt met Brighton. Hè. Dat doet ook mee, hè, aan uw beeldvorming. Hè. Ja, dat heb je vorig jaar gezegd. Hè. Dat doet echt mee. Hè. Als uw opvolger ineens er nog mooier voetbal uitpuurt... Word jij iets minder speciaal aangezien. Dan wordt uw magie... Ja, iedereen kan dat. Uw magie van daar is weg. En je bent gehaald door de magie van daar. Ja. Dat zijn uw adelbrieven. Daar heb je niet veel over als het in het heden niet goed is. En als je het dan zelf... Voilà, dan... Ik vind het wel, als mens gun ik het hem om over x aantal jaar terug aan die top te staan en te zeggen, fuck you, hè. Ik ook. Ik vind dat echt ten opzichte van andere topcoaches een veel aimabeler figuur. Maar in Premier League trainen niet zo heel vaak nog voorbij. Nee, maar ik vind het wel een veel sympathiekere kerel dan vele andere topcoaches. Daarom maak ik over die 15 miljoen per jaar schrok. Net om wat je nu zegt. Ja. Maar sympathie en geld kan samen gaan. En misschien was hij niet de figuur om boven... Ja, misschien was hij ook niet de figuur, net omdat hij was zo aimabel. Meer onder de jongens. Ik weet niet, schoolmeester ook soms, vond ik het. Maar niet de man om bij de sterren, om tussen de sterren te staan en om tegen sterren te gaan zeggen, kom mijn gast. Wel, ik las in die Independent, Miguel de Leniger van Gekent, dat was een zeer goed geïnformeerde journalist, die zei dat er spelers waren in de kern van Chelsea toen hij kwam in, wat is september, oktober, die moesten opzoeken wie dat hij was. Dat ik denk, die gast, die is al 3 jaar coach in de Premier League, dat kan toch niet? Ja, pas op. En je hebt op Brighton al verloren en je hebt er al last gehad, dat kan. Ja, maar die kijken niet dat er voor die dugout staat. En weet je wat ik ook las? In die Independent, hè? Dat is niet de Daily Star. Nee, die dat zijn niet de Sun, hè? Ja, dat schijnt. Dat claimen ze toch. Met die Page Six Girl. Waarschijnlijk wel. Dat ze ook lachten met zijn naam, omdat dat blijft toch Harry Potter voor hen. Dat kan toch niet waar zijn? Kleedkamerhumor kan nog wel. Kleedkamerhumor. Zo met een hoed en een stok op training tariveren. Maar zo werd dat niet geponeerd. Dat werd echt als een reden waarom het niet pakte tussen veel jongeren in de kleedkamer. Weet je wat ik de gekte van die club... Echt de gekte van die club. Nu hebben ze blijkbaar... Zijn ze zeer geïnteresseerd in Onana van Inter. Dan denk je Onana toch, van Inter? Gaat die nu ook nog eens halen? Je hebt Mendy die u
Je hebt nu Kepa in de goal staan, die je voor 80... En nu gaat de, dus, nu gaat de Inter zijn kassen, die leeg zijn, nog eens vullen. Door nog een keeper te... Allee, weet die een Beulie dat je één keeper mag opstellen? Weet hij dat? Ik vertrouw die nergens toch, mee. Dat is toch... Dan denk ik maar, jongens... Ja, de Premier League. Dus eigenlijk is de conclusie voor Bowley en Clear Lake super simpel. Ze hebben de Champions League winnende coach buitengesmeten, Thomas Tuchel, voor Graham Potter. Wat op die moment vond ik echt wel te begrijpen. Het was mega bergaf. Ja, maar je hebt er wel buitengesmeten voor iemand die nu niet goed genoeg blijkt te zijn. Nee, oké, maar dat kan gebeuren. Wij dachten allemaal... Ja, maar dat is wel een kapitale fout, dachten toch... Ik ga nu niet zeggen, ik heb altijd gezegd dat Potter... Ik had dat wel gedacht, van die gaat er wel iets van maken. Dat voetbal gaat beter worden. Ik ook. Tuchel was heel negatief hè, in zijn laatste maanden in Chelsea. Ook geen sympathieke mens, vind ik. Nee, dat is geen je moet geen sympathieke zijn, blijkbaar, om een goede trainer. Maar die heeft wel die club recht gehouden hè, in de allermoeilijkste maanden die ze de voorbije 30 jaar hebben gehad. Namelijk Abramovic, al zijn bezittingen waren bevroren. En heeft met Mason Mount een Champions League gewonnen. Wat toch een heel straffe prestatie is. Ja. Achteraf bekeken. Ja, die klikte wel met heel hem. Gaan we nu Mason Mount niet goed noemen? Ik vind die niet zo goed. Nou, weet je, die kreeg... Allee, niet voor dat niveau. Hè? Nee, ja, maar dan... Heeft er wel als enige een tune uitgekregen. Tuchel nu, blijkt nu, met Mount. Want Mount was niet goed onder Potter en daarvoor onder Lampard speelde hij veel te veel. Dat was de kritiek. Ik zal het anders formuleren. Dat was ook al bij Tuchel de kritiek. Ja. Maar als je bij elke toptrainer of toch goede trainer te veel speelt, dan zien die iets in u. De bal van Mount, de Champions League is wel de bal van Mount. Hè? Ja. Ah ja, tuurlijk. Havens, maar dat is ons punt. Dus dat is wel een fantastische bal in een wedstrijd waar dat geen ruimte is, geen tijd. Waar dat, dankzij Chilwell zijn chip met buitenkant die er even was. Hij zag het wel. Sorry, ik vind Mason Mount... ik weet, die krijgt dan... Net omdat hij zo vaak speelde in een periode dat het slecht gaat, is dat de zondebok bij uitstek. En zijn niveau ging naar beneden. Maar hij is wel een goede voetballer. Hè? Maar ja, op dat niveau speelde hij in de EK-finale. Die stond in de ploeg. Hè? Ja. Maar dat is ook deel van de kritiek. Maar goed, dat is, omdat hij soms wel vanilla is, denk ik. Ik vind dat te makkelijk. Ik vind dat wel een geweldige shotter. Maar... Is dat omdat hij misschien geen flitsende actie heeft? En het... Allee, hij heeft zo niet echt één iets waarom... Ja. Nee, in uitblinkt. Ja, inderdaad. Nee. Maar hij heeft wel... Hij is... Ja. En hij is misschien dan niet goed genoeg om Lampard te zijn, die elk jaar zoveel keer scoorde en deed. Maar het is wel... Hij is ook aan de contact, denk ik. Het is smeersel voor uw ploeg. Hè? Ja. Ja, hij zou misschien naar Bayern gaan, naar Tuchel. Dat las ik in The Independent. En ik denk ook dat Newcastle wel zal geïnteresseerd zijn. Ja, dat snap ik, maar... Die kan wel... Maar dat is een goede voetballer, hè. Ja, maar bedoel, naar Newcastle? Het wordt Newcastle, denk ik. Nee, goed. Ik heb Newcastle gisteren zien voetballen. En, want jij zei van, die hebben United weggeblazen. Ja, ik vond dat nu wel niet. Ja, en net daarom vond ik het niet goed van United. Als je 9 kansen creëert tegen United, vind ik dat je ze toch wegblaast. Heb je de match gezien? Want dat was niet het gevoel. Als die longstaff zo goed kan zijn, zo vaak, zo dicht bij een goal... Dan dat zei veel over United. United zonder Casemiro is een drama. Dat is echt gewoon een drama. Dus de moment dat die rode kaart neemt, is dan weet al bijna, volgende maand. 1-9, hè, nu. Ja. Het was met Sabitzer, McTominay en Bruno Fernandes. Die tegen iedereen aan het zeuren was en aan het doen. Hè. Voor de verandering. Ja, en toch ook... Ik moet nu niet het proces van United maken, want ik heb er een trui van aan. Ah ja, goed, ik heb het niet opgevallen. Maar, ja, als je Weghorst moet gaan halen als een soort van... Ja, ik weet niet. Maar dat is Ten Hag, hè. Anthony is Ten Hag, hè. Ja, maar sorry. Anthony, daar kan ik nog iets voor... Ja, ik kan ook, ik nog iets maar niet aan zien die van, prijs. Nee. Maar je ziet, een flitser, een dribbelaar, iemand die dominant kan spelen in een ploeg. En wie weet ontploft hij helemaal en wordt het een van de beste van de wereld. Maar Weghorst... Oké. Maar Weghorst, nuttig. Heb ik meer begrip van, omdat dat een super specifieke... Ja, maar toch niet als A-spits nu. Ja, maar dat wil wel zeggen dat Martial niet beter is. Manchester United. In principe kan hij Rashford zetten, diep. En hij kan Sancho, hij kan rechts dan Anthony zetten, dan heb je de ploeg ook. Hij kiest de beste om te spelen. Hij kiest niet Weghorst omdat hem vasthangt aan een contract. Hij kiest echt omdat hij gelooft dat dat het beste plan is. Maar hij gelooft. De vraag is, is hij goed genoeg om in de Premier League... Hij heeft hem ook al op de 10 gezet. Ja, maar dat werkte beter. Dat werkte. Dat werkte echt waar. Weghorst op 10 was beter dan... Niet als die was valse spits. Nee, als die heel raar. Maar als knokker... Dat werkte wel. Zwat.
zeg maar. En ik kan nog zeggen, hij heeft die ploeg wel tot leven gebracht terug Den Haag. En hij gaat nu moeten opletten. Hè? Maar ik vind toch, hij pakt enorm veel risico op langere termijn, want ik zie ze met dit materiaal niet de stap nog hoger zetten. En het zijn wel al zijn transfers, zijn aankopen, zijn wil is nu wet. En dat kan echt wel ontploffen in zijn gezicht, denk ik. Ik vrees daar ook voor. Want het verschil met City en ook Arsenal is eigenlijk groot. Ja, denk ik ook. En dat is echt groot. Op het veld is dat echt groot. Dat is wel logisch, niet? Na maanden in de job. Ja, maar het klopt wel. Je geeft wel uit en uit en uit. En ondertussen, ja... Wacht, dit is Lisandro Martinez heeft hij gehad. Verweeg gehad. Ja, die was gisteren niet goed, maar alleen. Dat is een geslaagde transfer, toch? Gespeeld. Maar laatst jouw geslaagde transfer ook, vinden we. Ja, toch? Die speelt niet veel, hè? Die speelt veel meer dan de elf, toch? Ja, maar dat veel spelen is Luke Shaw, uiteindelijk. Moeten we die niet... Dat geen geslaagde transfer noemen? Dat vind ik geen toptransfer, hè. Nog niet. Ik hoop dat dat komt, maar dat is maar niet iemand waarvan dat je zegt op dit moment... En Weghorst? Ja, maar nee, maar oké. Ik moet er sympathie voor hebben. Anthony is Anthony een geslaagde transfer. Nee, dan heel weinig zeggen. Dan niet. Ook niet. Ook omwille van prijskaartje. Dat speelt mee. Maar Weghorst voor mij ook niet. Nee. Maar dat is oké, die huren, hebben ze vlug ergens gehuurd om... Ja, oké. Okay, ja. Ja. Is ook transfer, toch? En ik snap wel, Sabitzer wel. Je moet als Man United nu toch echt... Je moet Bellingham bijna ontvoeren. Wilt je... Nee, ja. Dat type speelt. Dat is echt iemand die alles... Als je Casemiro, Bellingham kunt zetten... Ja, en dan Bruno Fernandes, gelijk Alot en Valinks. Frenkie alsnog kunnen gaan weghalen. Eriksen ook, wordt ons hier gemeld. Eriksen is ook... Dat was ook in het begin. Heeft wel goed gespeeld. We mogen ook niet te heel... Allez, het is nu inderdaad 1-9 wat minder. Maar oké, iedereen was wel zeer lyrisch na die eerste trofee. Ik vind het knap wat hij gedaan heeft, maar... We vergeten ook dat er een aantal matchen bij waren waarin... Ik herinner me de discussie met Sam. Tegen Leicester, thuis, kun je 0-2, 0-3 achter... 1-3 dan bij de rust, want er was ook nog een kans. Ja. Op Fulham verdient genieten. Er zaten wel redelijk wat van dat soort matchen bij ook. Ja, zeker. Behalve ook de heel goede, de uitschieters en die League Cup winnen en alles. Dus dat eerste jaar is sowieso positief, hè. Ja. Dat kun je niet anders zeggen. Maar je moet wel bij de eerste vier eindigen. En moeten, waarom? Ja, sorry. Anders is het voor niks, hè. Nee. Allee. Als je zoveel geld hebt uitgegeven, moet je inderdaad wel bij de eerste vier. Ja, maar die vraag stelde ik. Ik stelde niet in vraag. Een of rebuild twijfel, maar een heropbouw van het grote Man United kan ook alleen maar werken als je terug die Champions League gaat spelen. Je moet bij de eerste vier eindigen. Ja, cruciaal voor het aantrekken van toekomstige spelers. Dat denk ik wel. En zeker als je een Bellingham en zo, als je dat op je lijstje hebt staan. Ja, die mannen zijn niet dom. Die gaan niet naar een ploeg die vijfde, zesde gaat staan. Als Chelsea, het was ook de juiste vraag, als Chelsea niet in de top 4 eindigt, maar ze winnen wel de Champions League, zijn ze dan automatisch geplaatst voor de Champions League? Ja. 100%. Ja. Dus dat is een kleine motivatie. Wat ik ook nog van, we waren eigenlijk ook over het ontslag van Nagelsmann bezig. Ja, tuurlijk. Dat vind ik ook heel opvallend, maar als topploeg zijn, dan kunnen we nu toch gaan denken, misschien moeten wij nu net onze trainer gaan buitengooien, zodat we Nagelsmann kunnen pakken. Ah, maar dat heeft volgens mij de Chelsea-bestuur genoopt tot die beslissing. Ja, dat denk ik wel. Denk ik wel. Het kan meespelen, maar niet genoopt. En zeker... Ja, qua timing, tuurlijk. Ze zullen waarschijnlijk al dat gevoel gehad hebben. Maar waarom ontslaat je hem twee weken? Je hebt een internationale break van 2 weken. En verliest zijn eerste match. Waarom smijt hem dan buiten? Waarom doe je dat niet 2 weken geleden? Maar als je Nagelsmann bent nu instappen bij Chelsea? Nee, maar daarmee... Er komt sowieso iets. Die een boelie echt zegt, kijk, je krijgt echt nog eens, ik weet niet, 200, 250 miljoen deze zomer, nog eens opnieuw, bovenop alles wat Chelsea al in de pocket heeft. Ik zou eerder, als ik Potter ben, instappen bij Leicester City. Omdat dat een logischer dimensie is. En, dat snap ik. En meer direct, zijn wereld. Maar je kunt wel zakken, man. Mes op de kelen, man, direct. Ja, stel je voor dat je zakt. Maar hij gaat niet meer... Nee, ik weet het allemaal. Tottenham gaat hem niet pakken, hè. Stel je voor dat je dan zakt. Nee, tot dan we niet bij Potter uitkomen. Dus dan is Leicester zakt. Dan is er zit genoeg. Er zit in principe genoeg kwaliteit in die ploeg. Die hadden Brendan Rodgers. Die hadden die echt in oktober moeten zeggen. Na die eerste slechte periode. En oké, hij heeft ze er weer even. Maar die hadden echt moeten zeggen, Brendan. Geeft die een crisismanager en dan Potter als ze gered zijn. Ja, misschien wel. Dat kan wel kloppen. Leicester is wel een club waar je Potter kan zijn. Hè? Waar je in super stabiele omstandigheden... Een crisismanager... Allee,
dat is een beetje het probleem. Leicester heeft te veel van die goede voetballers, waarmee dat je ook niet... Leicester is een beetje KV Mechelen. Nee, die Catenaccio en Potteke Stamp en punten pakken, dat ga je daar niet mee doen met Leicester. Nee, je gaat willen goed voetballen. Ja, want je hebt Maddison, ja, je hebt in Dewsbury Hall, je hebt in principe Tielemans, je hebt... Allez, je wilt gaan voetballen. Je hebt Harvey Barnes, dat ook zo een beetje... Praat. Ja, het is niet... Nee, het is geen vechtersploeg. Je kunt niet zeggen, allez, nu gooien we er de beuk in. Nee. Dat is waar. Staan in de degradatiezone, Leicester. We gaan het opvolgen. Ik denk trouwens ook echt waar dat Nagelsmann is buiten gegooid, omdat ze geloofden dat Tuchel een betere trainer was. En omdat ze schrik hadden van, die is nu beschikbaar. Dat is toch heel raar, Aster. Ja, dat was het godenkind. Ze hebben daar heel de toekomst van Bayern München aan verbonden. Ja, ja, maar aan ze zijn, Nagelsmann. Dat was ook een fout. Maar ze zijn bijgehaald door Dortmund. Hè. En in maart, hè, dat was wel even de schrik. Hè. Ja, maar en die geeft het toch tijd, Nagelsmann. Gelijk dat tien al drie, ook, vier jaar opgehyped is tot en met. Ja, maar ja, ze doen voor alles mee, hè. Ja, dat wel. Het is... Bizar, maar ik las een stuk in VI waar Bayern is fenomenaal in het ontslaan van trainers op het juiste moment. Ja, en vooral... Ironisch. Echt, nee. En op voorhand ook vooral. Ja. Niet zo van, ze voelen het aankomen. Niet het eerst laten slabakken tot het... Maar oké, ja. Stel dat dat waar is dat een geweldige kwaliteit van een bestuur. Heeft Bayern al zoveel trainers ontslagen, hè, toch? Kovac. Pas op. Nee, maar het bestuur van Bayern is ook veranderd. Hè. Je hebt nu Salihamidzic en Kaan. Ja, Kaan. Die moeten zich ook nog bewijzen. Dat is niet Hoeneß en Rummenigge. Oliver Kaan, als ik die, dan denk ik toch van, ja, moet jij beslissen. Maar als je Hoeneß zag soms... Ja, maar Hoeneß, die had een track record bij Kaan. Ik zie daar nog altijd die zot in de goal in. Misschien is dat fout, hè, maar... Ik heb altijd dat beeld van Sammy Kufour voor mij, die kan wou mond-op-mond beademing geven. Dat was fantastisch. Maar uit welke wedstrijd komt... Volgens mij zelfs een Champions League finale, denk ik. Ja. Dus Kaan die gaat knock-out. En Kufour denkt dat hij niet levensgevaarlijk is, maar dat was helemaal niet zo. Die ging echt zo mond-op-mond beademing. Die Kaan zo met Jan Schoenen. Nee. En zijn blunder in de WK-finale. Oh, dat was erg. Oh, dat was echt erg. Ja. Dat was in eigen land, toch? Dat was in Japan. Japan 2002, ja. Sorry. Tegen Ronaldo. Maar nu, de blunder heeft Bayern geholpen. Heb je dat gezien, die kobel? Oh, Gregors. Sorry. Dat snap ik niet. Op dan, ja, dat is hard. Oh god, allee, met welk idee had je dan aan die bal? Ja, maar weg te schuppen. Dat gevoel had ik ook, man. Het is niet dat hem ergens naartoe wil spelen of zo. Het is niet dat hem gewoon effect op zit. Het is niet dat hem wilt openen. Bost die verkeerd, die botst heel goed zelfs. Dus dat is niet te geloven. Dat schiet misschien iedereen een beetje door. Wel chic van Sané om eraf te blijven. Hij kan er volgens mij niet meer aan. Jawel. Ja, maar dan moet hem zich echt forceren en dan valt hij hardop. Ja, dat wel. Dat is een goed punt. Hij kan hem raken, maar dan moet hem echt... Spurten. Hij kan hem achteraf niet zeggen, ja, ik wou hem binnen duwen. Dan heeft hij hem recht voor getackled. Dus je zit hem twijfelen. Zeggen, oei. Je zit hem twijfelen en dan denk je met ik laat hem gaan. Ja. De vorige die laat gaan. Ik had getackled naar die bal. Zeg, ik had gelezen over Nagelsmann dat ze hem ook kwalijk namen dat hij dan samen zou zijn met die journalisten. En zijn relatie is dan echt beëindigd geweest. Ja, maar dat hij te hard genoot van het feit van ik ben hier wel coach van Bayern. En in Bayern pikken ze dat eigenlijk niet. Willen ze ietsje lower profile. Streken eigenlijk. Ja. Die kostuums. Maar ze hebben hem zelf gehyped. Die waren er soms toch over. Ze hebben hem zelf gehyped en nu moeten ze hem... Ja, toch? Ik vind dat ook dubbel. En de kleedkamer, Mané en Sané vonden dat hij te veel... fan was van Kimmich, dat hij te hard op hem, op hem rekende. Mating, allee, voor Mané is dat wel... Mané wordt zot, hè. Die vindt nu dat hij wel rechtmatig zijn plaats op heeft en niet die Choupo-Moting. Dat kan toch niet, maar Tuchel is fan van Choupo-Moting. Ja, maar Tuchel is wel echt... Die staat echt boven die groep, dat snap ik wel. Nagelsmann is ook 35 en soms kijkt hij dan naar en denkt hij, ja, gast, jij bent even oud als ik. Terwijl die in Tuchel, ja, daar wil je geen boel mee. Nee, daar wil je geen boel mee. Dat was zo'n symbolisch beeld. Dat krijg je wel makkelijk boel mee. Ja, makkelijk. Maar je wil het niet. Nee. Dat was een symbolisch beeld van zo op training. Sané liep en Tuchel gaf hem een schop onder zijn gat. Zijn tik met zijn been. Ja, dat is dan wel... Ja, tuurlijk. Tof. Ja. Nee, dat is bijna charmant op een manier. Maar ik denk heel dat Tuchel in het begin dat gaat werken. Het probleem bij Tuchel is ook vaak als hij omnipotent wordt, als hij echt dat er ook iets gebeurt. Allee, bij Chelsea die laatste maanden was dat toch ergerlijk. Ja, maar dat is waar. Dat mogen we ook niet vergeten, want dat is ook herinneringsvervraaiing. Ja. Maar ook wel vaak ruzie met bestuur en niet per se met de spelersgroep. Nee. Dat was zo bij PSG. Nee, maar heeft zijn spelersgroep bij Chelsea wel afgevallen, hè?
Denk maar aan Lukaku ook. Allee, Lukaku heeft hij... Ik blijf dat moment na... Wacht, hè. Sorry. Arsenal-Chelsea, waar Lukaku echt goed was. Oké, ook een kans mist. Maar waar hij met die Pablo Marias rugzak... Ja, ja. Hè, scoort constant en zo, ja. Aan draaien was, scoort, goed was, Chelsea. En Tuchel, die werd geïnterviewd. En die downsize dat ongelooflijk. En dat was echt match 1, hè. Ik denk dat dat match 1 was. Ja. En ik dacht van, of match 1 of 2 van... Het was de allereerste van Lukaku, maar de tweede in de Premier League, denk ik. En ik dacht van, hey vriend, oh. Allee, je moet niet zeggen, ja, we hebben de beste spits van de wereld. Uh-huh. Maar je moet wel zeggen, ja, ik ben zeer tevreden. En dat kwam er niet uit. Dan dacht ik van, en achteraf, maar oké, dat is geen eigen interpretering. Je gaat dan wel terug naar wat er dan gebeurt. En gaat dan, maar ik vraag mij toch af wat er niet... toch een soort kiem was van, ik moet die niet. Ik denk dat was. Maar dat is toch bij Tuchel al vaker gebeurd? Dat hij echt gewoon van in het begin boel heeft met bepaalde spelers, of het daar echt niet in zit. Niet in en zit, dan ja. Ook eerder niet in zit, meteen aan de kant zet. Terwijl, ja, je zit in een voetbalploeg waar elke week iets totaal nieuw kan ontstaan. Je hebt iedereen nodig, je moet iedereen meenemen. En de Lukaku zijn kans zit. Ik vind dat heel raar dat je meteen als topcoach op dat niveau in je selectie van 25 wereldspelers direct zegt, die drie, die moet ik niet hebben en dat maakt me ook niet uit. Als die mij haten, dat maakt me helemaal niet uit. Die zitten wel in je kleedkamer. Er komt nog een week dat je die nodig hebt. En dat is bij Tuchel nu toch al vaker. Ah, wel, maar Tuchel kwam op Chelsea aan en heeft bijvoorbeeld Rudiger. Het feit dat Rudiger nu nog altijd de basis is bij de Duitse nationale. Maar het zal ook omgekeerd gebeuren. En bij Real Madrid speelt, is omdat die was vijfde centrale verdediger onder Lampard. Hij dus heeft wel vertrouwen gegeven. Hij heeft iedereen wel beter gemaakt. Hij heeft die ploeg. Gedacht van, ik neem die en die, wat op zich wat als coach moet hebben. Alleen is de vraag... Moeten er dan jongens uit de boot vallen? Ja, zijn eerste verklaringen nu bij Bayern zijn wel anders. Hè? Zijn van, ik heb nu heel snel een ploeg moeten opstellen, maar we gaan trainen. Iedereen blijft alsof hij er wel uit geleerd heeft. En bij Bayern, zeker in Duitsland, dat is een enorm brede selectie met allemaal topspelers. Hè? Als je die bank van Bayern ziet, dus ik ben zeer benieuwd hoe lang dat gaat duren. Met ja, en Müller en Musiala, want Müller was nu... Hij heeft nog geen beslissing moeten maken, hè? Nee. Want Musiala was geblesseerd. Maar Müller maakt het nu wel, is wel de man. Twee goals, over die bal lopen bij de vier. Ja. Müller goal kan aan de tweede paal, ja. Dus ja. Maar Musiala... Nee, je kunt Musiala niet uitzetten. Dan ligt hij zelf buiten. Ja, die gaan er niet... Als Musiala begint te zeggen in de pers, ik wil misschien weg, dan hangt de strop, vrees ik. Dan belt hij een boelie, hè? Dan belt een boelie. Hoeveel moet hebben? Ja. Nu voor Musiala, hoe zou die kosten, jong? Ik weet het niet. Pff, zwart. We hebben het heel veel over trainers gehad. Hoe lang zijn we bezig eigenlijk? 70 minuten. Dan hebben we nog 20 minuten. Wanneer is er ingevallen van het weekend? 83ste. Ah ja, oké. Dus voorlopig zit er nog op de bank, maar straks gaan we nog 10 minuten knallen. Tuurlijk wel knallen. Dat heb je in het midden, hè? Astrid. Ja, die Lukaku was... Ah, jammer. Het was in het spel. Het was een pijnlijke misser. Ja. Was hij wel actief en... Want dat viel me eigenlijk bij de Rode Duivels het meest op. Ik denk dat Tedesco tegen hem heeft gezegd... Romelu, ik wil niet meer dat zien. Ik wil uw armen niet meer zien. Er was één moment waarop ze in het eerste half uur tegen Duitsland in dat geweldige moment... niet goed druk zetten achter zijn rug en hij deed zijn armen en daar dacht ik het. Ah. Maar het is u gezegd. En dat is goed, hè. Dat zou ik echt goed vinden als Tedesco ook zoiets opmerkt. Van wees genereus voor uw ploegmakers en je zij genereus, want dat is een genereuze gast, maar toon dat ook. Toon niet het omgekeerde van wat je zijt. En hij was nu bij Inter, hij was in het spel echt een van de betere. Ja, die kans... Hij moet een bal krijgen van Mkhitaryan. Ja. Heb je die actie gezien? Ja. Het was tegen Fiorentina trouwens. 0-1 verloren. Mkhitaryan doet een geweldige actie voor iemand van 35 jaar. Maar bij iemand van 35 verwacht je nog dat hij hem gewoon breed legt. En dan is het... Ja. Dat mogen we eigenlijk ook niet meer zeggen. Nou, die kans die hij mist. Maar dan is het waarschijnlijk... Ja, maar dan is binnenkom. Ja. Die andere kans is groter. Hè, maar dat is zo... Lukaku die niet uitkomt met zijn passen, zo, dat is toch... Maar dat wordt toch ook enorm uitvergroot bij hem. Dat was wel echt een gigantische misser. Evert, sorry, die kans moet... Allee, dat is niet meer, dat kon niet uitvergroot worden. Dat was die moet binnen. Uh-huh. Hij pakt ook zijn verkeerde voet. Hij moet die gewoon naar rechts binnen... Hij wil links, wel. Hè. Hij raakt hem hier. Dat zit er wel wat in, hè. Dat heeft hij al vaker gehad. Ja, maar niet bij de Rode Duivels. Dat hij de verkeerde voetkeuze... Allee, dat vind ik wel vaker. Hij te lang twijfelt over met welke voet hij het gaat doen.
Hij was sterk. Ja, nu was, want die bal kwam wel vrij hard aan. Hij had niet zoveel tijd. Trouwens, Luke Bacchio is weer alleen op de keeper gegaan. En? Ah, wel, tegen de paal? Nee, de hak van de keeper. Dus die zette zich op in de typische keeperstand nu. Okay. En hij ging binnen, maar dus op de hak. Casillas, twee kopkansen gehad. Hij heeft twee, want die zat op de bank de vorige match bij Hertha. Ja. En dat vind ik wel goed van die in Tedesco. Dat je zo... Mijn gasten die onderin spelen... Maar dat is toch wel omdat hij er veel meer kennis van heeft. Van dat hij jarenlang echt tof spelen heeft. Wat ik tof vind aan die Luke is dat die durft gewoon. Die begint aan een dribbelen. En ik heb dat toernooi gedaan in Italië voor belofte. Ja, Reggio. Mangala was, vond ik toen echt EK goed U21. Ja, EK U21. 3 jaar geleden, denk ik. Maar hadden ze mij toen gezegd... Met hier 4 van deze ploeg gaan met de Rode Duivels een Interland in Duitsland winnen. Op een prachtige manier, dat ik toch niet geloof. Wacht, wie dan? Luke Bacchio en Mangala? Vaas. Vaas? Was daar ook bij. En wie dan nog? Wie stond er? Salam? Nee. Salamakers erbij? Ik weet het niet. Ik heb dat gepresenteerd toen. Dat was Ilowarm toen, hè? Daar in Italië, niet? Ja, dat was prachtig. Dat was echt... Het was echt, want dat was in Reggio in Emilia. Hij glundert 3 weken alleen door Italië getrokken. Nee, 10 dagen, maar dat was... Dat was de eerste wedstrijd tegen Italië. Nee, niet de eerste. Polen. Of Spanje was de eerste. Spanje was erbij, maar ik denk ook Polen. Ja. Polen, Spanje, Italië. Dingen speelden toen bij Spanje volgens mij, die Ombo. Ja. Ja, Dingen speelden bij Italië. Chiesa. Ja, die was heel goed. Oh, die was keigoed. En Zaniolo en Keane waren naar huis gestuurd. Want die hadden... Ja. En Italië is dan uitgegaan tegen Spanje, denk ik. Trouwens, dat wil ik tegen jullie zeggen over U21 gesproken. Ik vond dat wel een leuk ploesje dat wij hadden. Ze hebben vriendschappelijk gespeeld. Ik heb eens gekeken tegen Japan, heb ik de samenvatting gezien. Ik vond dat Ewald Plating speelt als een centrale verdediger. Die was een paar keer zat er heel goed tussen. Matadzo, Franks, Ramazani, Vertessen, Samoase, De Kuiper, Van der Bremt, Alda Kiel, Lammens in de goal. En ook Kenan Kuba van Charleroi speelde ook. Ik vond echt een toffe ploeg. Dat was een Jupiler Pro League ploeg ook. Wat zeg? Wie is uw spits? Dus Ramazani en Vertessen. Ramazani, jongen. Die is goed, topper, jongen. Speelt in Spanje, hè? Almeria. Ik ben akkoord. Wow. Maar dat is toch weer een ploeg waarvan we op dit moment denken, daarvan... Nee. Kom. Nee, kom. Daar zitten geen wereldtoppers tussen. Maar nee, maar daar zitten er toch 2-3 tussen, zoals toen, die... Ja, oké, maar... Franks Ramazani, die gaan we toch ooit in de... Gaan die mee naar Amerika, 2K, Amerika? Ja, waarom? Dat kan toch? Ja, maar dat is toch niet gek? Het gaat toch super snel in het voetbal? De Kuiper? Ja, oké. Allee, je zet hem in de zestal. Allee, op dit moment zou ik toch zeggen... Dat bedoel ik. Op dit moment twijfelt je toch nog aan... 2K is nog 4 jaar, is nog toch lang. Dat is toch nog lang? Je moet wel vooruitkijken met die selectie. Franks zit nu al bij Milan. Ramazani speelt in La Liga. Franks moet wel gaan spelen. Luke Bacchio speelt van onder in de Bundesliga. En die zit in de selectie van de Duivels. Dat kan maar ik hoop dat... Het zou prachtig zijn als dat inderdaad klopt, maar daar zet ik mijn geld op dit moment toch niet op. Nee, maar goed. Als ze echt zo goed al waren, de Ketelaren... Ook al is hij nu niet goed in het seizoen, ja, die zit in de A-selectie natuurlijk. Dus ik snap wel, als je bij de U21 zit op een... Maar ik hoop van wel, ik hoop dat we ons vergissen. Maar ik bedoel, misschien is dat ook wel eigen aan al die... Alleen bij een De Bruyne wisten we toen al, ja, zeker. Ja, tuurlijk. Maar bij Lukaku wist je, ja, bij zeker. Bij Witzel, Fellaini, die mannen hadden dat toch direct door. Ja, bij Witzel. Wat zeg je toen? Misschien zou ik wel beter, want bijvoorbeeld moest zondag in een tijd, dat stond in de sterren geschreven dat hij moest houden. Dat is enorm een druk. Dat is waar. Dat is ook niet altijd goed voor die man. Heel die selectie, alleen Andreas Pereira, altijd ervan eigenlijk, op het hoogste niveau. Maar het is toch wel het bewijs. Allerhoogste niveau, hè. Het is toch het bewijs ook voor Witzel. Allee, dat we daar veel te lang mee hebben aangemodderd, hè. Dat pasje dat Mangala vanuit de lucht, die bal van 3 meter, die hij meegeeft in de loop van De Bruyne, dat is voor mij de pas van die match en de pas van het verschil met vroeger. Als daar Witzel staat, achteruit. 100, maar 500% zeker. Ja, het was gewoon een feest om naar te kijken. Ja, okay, punt. Ja. Dynamiek, goesting, grinta, dat doet het hem toch ook. Vooruit willen voetballen, goals willen maken. Witzel wil niet echt goals maken. Witzel wil altijd gewoon bal bezitten. En dat is een denkwijze die je moet veranderen. En Martinez en Witzel hebben allebei 2 toernooien te veel. Minstens.
Oei, van Martínez ben ik het daarmee eens. Ik denk dat je iets wel altijd wel had kunnen meenemen. En nee, kunnen maar gebruiken. Ik heb het over spelen. Hè? Nou. Over incontournable zijn, over als eerste man. Dat is de grote fout van Martínez. Dan speelt je ander voetbal. Ja, maar dat is zo de coach praten. De coach wil tonen dat hij er meer van weet dan al het voetvolk. En als, ja, nee, dat is niet, is de onzichtbare beste speler nee, van nee, mijn dat denk ploeg. Ik niet. Ik denk dat hij echt ik al van overtuigd coaches is willen scoren dat, met dat zoiets. Je zo iemand moet hebben. Nee, dat denk ik niet, want willen scoren. Je scoort nooit met iets. Ik denk dat zij willen tonen van ik weet er toch meer van dan jullie allemaal. Nee. Ik zie iets dat jullie niet zien. Na de eerste half uur van België tegen Duitsland, had je toch het gevoel van die Martínez heeft ons toch goed liggen. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook zo. Ja, maar dat is ook een beetje interpretering. Nee, maar dat is echt zo. Nee, want dat is vooraf interpretering. Ik zeg dat eigenlijk al na Rusland. Zelfs al in Rusland. Als ik zie hoe dat die halve finale gecoacht werd, dan was voor mij de hosanna van tegen Brazilië al voorbij. De fouten, de paniek, de rare wissels, wat daar tegen Frankrijk gebeurd is, en dat heeft zich voortgesleept. En hij is echt een middelmatige coach. En een mens, de onbetrouwbare verteller. Hij is beginnen liegen al heel snel. Hij heeft voor Rusland gelogen. Al die, ja. Hij mag Nainggolan niet meenemen, maar dan zegt je waarom je hem niet meeneemt. Ja. En niet tactically, nee. Ja, dat is waar. En dat is... Dat was zijn geloofwaardigheid kwijt. Tuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat met Tedesco gaat verder evolueren, want nu zijn de verwachtingen wel enorm. Ja, het kan alleen maar slechter. Na twee matchen, dat is het raar. We weten eigenlijk ook nog niet zo superveel van hem, buiten dat hij tactisch veel flexibeler is, dat weten we nu. Ja, en dat het tenminste dat de bedoeling is vooruit. Ja, dat is zeker waar. En de kampioenen, hè? Italië voetbalde vooruit, hè? Ja. Als ze konden. Hè? Ja. Niet als ze tegen Spanje de bal niet zagen. Maar de bedoeling was ons, vooruit. Ja. Die zijn Europees kampioen geworden met een ploeg met minder talent hè, dan, zeker, ja. Dan wij. Argentinië ook Argentinië vooruit. Ging toch vooruit, vond ik wel. Soms. Hey, met die Maria, met dingen, dat was wel aanspelen. Hè? Die Montiel die altijd rechts hoog zat tegen... Ja, maar dat is geen wereldploeg. Ik heb nog eens onlangs gewoon uit pure nostalgie naar die samenvattingen zitten kijken. Het zijn maar samenvattingen. Maar hey, slechte matchen bij van Argentinië. Moet je ook echt niet vergeten. Op het WK. Ze lagen er half uit. Jongen. Ja, wel. Ja, wel, dus voor... Allee. Een keer dat ze... Over de filosofie en daar heb je gelijk. Eens hoger tegen Oranje speelden ze echt vooruit. Hè. Speelde de rechts en bak speelde gewoon... Dat was een tactische zet. Die Maria wisselen van flank in de finale... Ja. Dat was wel een goede zet. Er gebeurden wel dingen. Mm-hmm. Scaloni heeft wel goed gecoacht. Ja, dat is waar. Dus, De assist van Arne Engels gezien. Dat is eigenlijk zeer opvallend transfer. Niet gezien. Ja, nee, het was een goede actie. Hij stikt hem zijn spits diep die het dan afmaakt. Was een derde zeker? Derde assist? Is hij al zijn derde of vierde? Ik denk zeker zijn derde. Dat is toch zeer onder de radar gegaan. Want hoeveel mensen hebben hem bij Club Next zien voetballen? Heel weinig, denk ik. Of zo in de Champions League heb ik hem wel al een keer zien spelen voor de Youth Champions League. Ja. Zo de wedstrijden die dan in de namiddag... Al vier assists. Ja, al vier assists. Merci. Dat wil toch niet helemaal zeggen dat hij bij Brugge een basisspeler had geweest of had moeten zijn. Die speelt wel, speelt wel bij Augsburg. Ja. Ik vind dat wel een heel leuke transfer. Maar dat is eigenlijk anders voetballen, hè? Ja, helemaal anders. Ik vind het toch straf dat hij inderdaad, zoals gezegd, niet zo over gesproken was in Brugge. Dat is nooit ter sprake gekomen zelfs. Nee. Of een kans gekregen. Dat weten we natuurlijk niet, hè, wat daar gezegd is. Nee, ik heb daar toch niks over gehoord. Nee, oké. Okay. Ja, nu, Club Brugge is geëindigd met vijf man, denk ik, van de Club Next nu in het weekend tegen Mechelen. Dus ze zijn wel... Allez, misschien is dat toch wel ergens een leerproces van zo iemand als Engels geweest, dat ze nu toch veel meer meegaan op de bank en veel meer minuten toch maken. Dat ze dat niet meer voor hebben. Ja, voor Brugge is eigenlijk een slecht signaal ook. Een slecht signaal. Ja, omdat die jonge gasten zien, als we onze kans hier niet krijgen... Ja, maar wel een springplank, die Club Next. Dat wel, maar ze zien ook van... Ja, ze willen niet per se meer bij Brugge doorbreken, maar ze zien dat er andere ploegen ook doen. Dus. Maar dat is het eeuwige probleem, denk ik, als je... ambieert om in de Champions League te overleven, dan koopt je. Ja. En als je geld binnenkrijgt, dan iedereen geeft dat ook wel weer uit naar zijn niveau. Dat is niet zo raar. Hè? Nee. We kunnen allemaal, ik zou Yaremchuk echt niet gekocht hebben, omdat dat type spits, maar dat je als bestuur denkt, we gaan wel 16 miljoen eens geven aan een speler, dat begrijp ik wel. Ja.
als je het hebt. Maar toch niet van een Yaremchuk. Nee, dat zeg ik net. Niet aan Yaremchuk. Maar dat je een keer denkt van, allee, we gaan iemand pakken die ons de fout is dat aan Yaremchuk is gegeven. Ja. Wat Ajax met Tadic en Blind heeft gedaan, dat was wel de basis leggen voor het grote Ajax. Maar daar rond wel een ongelooflijk geloof in de eigen academie. Ja. Ja. Wat dat bij Ajax ook wel kan en bij Brugge nog niet van dat niveau zal zijn. Maar op Belgisch niveau... Ja. Maar het overkopen, dus gewoon te veel kopen en dan nog blijven kopen, is een van de meest gemaakte fouten bij alle ploegen, denk ik, toch? Ja, overal. Gewoon, iedereen die geld heeft, geeft te veel nog willen net kopen. Iets meer uit. Ja. Ja. En dan 2 jaar later zeggen ze, diegene die wij hadden, die is nu toch heel goed, maar wij hadden die, maar wij zagen er niks in. En dat gebeurt zo vaak, dat is... Ja. Ja. De Bruyne Salah moet ik dan ook altijd denken, dat die ooit bij Chelsea hebben gespeeld. Dat is eigenlijk onder Mourinho. En daar zit ook met de figuur van een trainer die niet dat type voetbal... Hey, altijd kritiek op Mourinho? Nee, 3-0. 3-0. Tegen Sampdoria wint KV Mechelen. Die keeper, jong. Deze keer wel. Zonder Mancini en Vialli. Ja. Oh, moet dat toch wel lukken. Het was ook tegen 10 man van Sampdoria. Ja, en maar het mooiste moment was dat alleen het toen moment. Maar de curva begon Stankovic uit te schelden voor Dzingaro. En Mourinho natuurlijk met Stankovic. Wat betekent dat? Zigeuner? Zigeuner, ja. En wacht, want ik ga mij dubbel laten uitleggen. Eerst Mourinho die zei van, hey, dit niet. Dit is Stankovic, mijn maat. Ik hoop dat hij ook zo, en ik denk het ook wel, dat hij ook bij andere coaches, die niet speler bij hem zijn geweest, want dat is wel, hij komt op voor zijn spelers. Ja. En heel zijn leven lang als hij een band heeft. Mooi, dat is echt heel mooi. Maar Stankovic zijn reactie nadien vond ik eigenlijk nog mooier. Die zei, ja, Dzingaro, hij had het niet, ik apprecieer enorm dat hij dat deed, maar hij had het niet moeten doen, want ik ben daar trots op. Mm-hmm. Ik vind zigeuner geen scheldwoord. En dat vind ik ook top. Ja. Want al die Italianen die dan denken, we gaan eens even boven... En wat was de aanleiding? Ja, gewoon omdat hij... Die heeft ook bij Lazio gespeeld. Hè. Ja, terug. Ja. Dus ja, dan zit hij ineens... Belachelijk, hè. Ja. Belachelijk. Maar... Als zigeuner bij Lazio spelen, is ook misschien niet evident met een achterban die daar is. Of is dat bullshit? Er spelen heel veel jongens met Slavische roots. Hè. Ik waarmee dat ik dat niet gelijk sta, maar Boksic, nee. Milinkovic-Savic, Marušić. Marušić, ja. Dat kan net iets makkelijker dan als je Aaron Winter bent. Nee, maar dat doet mij heel hard denken aan de coach van Lazio. Wie is het? Sarri, die daar het Feyenoord-publiek even wegzetten, omdat in die Europese clash het Feyenoord-publiek op voorhand wegzetten. Als ik kom, ik vind Feyenoord geen toffe club, want dat publiek is eigenlijk te racistisch en te marginaal in de omgang met spelers. Echt? Ja, als je een coach bent van Lazio Roma, vond ik dat wel een zeer opvallende uitspraak. Dat dacht ik, gast, kom. Mogen niet, ga dan maar eens voor uw eigen curva staan. Hè. Ja, ze mogen niet naar Rome, hè, de Feyenoord-fans. Ja, de laatste keer hebben ze gewoon echt heel goed. En bij die fontein er is wel veel gebeurd natuurlijk met Feyenoord en Rome. Maar. Die fontein heet La Barcaccia. En accio, of accia in dit geval, is een suffix, een achtervoegsel, dat betekent slecht. Ah ja. Dus niet goed gemaakt, boos, kwaad, kan alles zijn, maar slecht eigenlijk. Niet functionerend. En dat is dus een prachtige, denk van Bernini, ik ben niet helemaal zeker, aan de Spaanse trappen. En die boot maakt dus water en het water loopt erover. Het is een slechte boot. Ja, okay, Barca is het boot, maar Barcaccia, slechte boot. Ja, ja. Dus het water loopt er langs alle kanten. Ja. Toen die van Feyenoord was het pas echt een Barcaccia. Als die waren gepasseerd, ja, dat was... Ik begrijp dat. Maar natuurlijk ik snap ook wel dat ze dan in Rotterdam gaan zeggen, ja, die lievertjes moeten ook niet komen. Hè. Ja. Nee, oké, want... Zijn het dan supporters geweest van... ik ben nu in de war. Nee, hebben ze nu al tegen elkaar gespeeld? Ja, met Lazio. Ja, want Feyenoord heeft Lazio uitgeschakeld. Maar niet tegen... Niet, het gaat nu over AS Roma, hè. Dus heeft de prefect echt gezegd van ze komen niet. Ja, nu ben ik helemaal mee. Ze komen niet. De kwartfinale. Ook wel toeval, 2 keer naar Rome dan. Hmm. Maar mochten ze komen dan voor de heenwedstrijd tussen Feyenoord en... Ze zijn er wel in. Ik denk dat ze wel geweest zijn naar Lazio tegen Feyenoord. Maar nee, was dat niet Lazio AZ? Sorry. Ben ik niet helemaal in de war? Nee, we hebben tegen Feyenoord gespeeld toch ook? Oké, is dat echt? Ja. Oké, ja. Ja, het Feyenoord-legioen staat wel op scherp natuurlijk, want die mannen gaan los naar de titel.
Dus alleen Rotterdam gaat weer op zijn kop staan. Dus. Ik heb een stukje van de derby zitten kijken. Hey, maar go ahead, Ajax 0-0. En dan die Heitinga die wat begint over een VAR moment. En dan denk ik, buitenspel. Ik vond geen penalty. Ik vond geen wedspel, sorry. Nee, maar ja, oké. Okay. Als de lijnrechter vlacht en je kunt het niet zien, ja, dan is de lijnrechter. Hè. Ja. Zou jij die goal van Union? Die van Nieuwkoop? Ja. Die bal zit toch binnen? Ja, dat kun je niet zeggen, Filip. Nou, je gevoel wel, hè. Hey, die keur ik goed als ik VAR ben. Ja. Waar ik u in volg, is dat de lijnrechter moet eigenlijk beslissen. Hè? Is het goal of niet? Ja. En die vlag niet, omdat ik denk, ja, de VAR zal het dan wel zien. Ik ben niet helemaal zeker, maar ja, moest er geen VAR zijn, zou hij misschien wel gewoon vlaggen van de lijnrechters door de aanwezigheid van een VAR die zogezegd alles weet, maar die niet alles weet. Hè? Zeker niet op Union, waar de camera's raar staan en niet. Maar ik vind dat gevoel dat die bal binnen is. Tuurlijk. En ook zie je op dat... Ten eerste voelt je het en dan bij dat stilgezet beeld, hij is wel echt... Allee. Maar we hebben al fases gezien, met een bal over de lijn of niet, dat dan zo echt de buitenkant van de bolling de lijn nog toucheert. Ja, dan denkt iedereen, amai, hij is niet binnen. Of is niet binnen. Ja, dat is waar. Maar ook al het omgekeerde. Hè? Ja. Dat je echt denkt van... Die bal is niet binnen en dat hij wel binnen is, vind dat heel vreemd. Maar hier... Allee... Het was trouwens wel raar, hè, want hij wilde hem rechts duwen en het is met zijn een goede redding eigenlijk ook wel, de keeper. Ja, dat is waar. hebben jullie nog dingen die jullie willen vertellen? Of zitten wij aan de 90 minuten en zullen wij eens op tijd afronden? Kijken. Evert gaat ook een boekje. Ja, ik heb altijd nog een paar dingen. Hè. Op de seconde 90. Op de seconde 90. Toen ik 90 zei, op de seconde 90. Dat is een teken van God. Ja. Waar ik niet in geloof. Maar... Ik wou nog een bloemetje werpen naar iemand. Ja, ik ben zaterdagavond... Dat toch niet, hè? Nee. Maar Sam? Zaterdagavond was ik uitgenodigd bij de City Pirates tegen Jong Beerschot. De tweede amateur door baron Michel Pradolini. Ah, dat is een held, de grote bezieler van de City Pirates, die door de koning tot baron is getiteld. Is die baron? Ja, die is nu baron. Max. Maar elke keer als je het woord baron zei, werd je man knalrood. Ja, want die is totaal niet zo. Het was een geniale avond. Ze hebben 4-2 gewonnen. Belangrijk in de degradatiestrijd. Maar de sfeer die daarin... Ja, dus voetbal op lager niveau. En die mensen die doen alles voor dat clubje. En ik vond dat super fantastisch. Dus zalig. Echt nog wel een bloemetje toewerpen. Want wat die daar presteert met die ploeg, dat is echt geweldig. Ja, dat is wat het, voor de duidelijkheid, dat gaat ook heel hard om het sociale project. Maar het is ook echt, ze hebben echt een goede voetbalploeg. Ook. Ze hebben ook een hele goede jeugd. Ibu is daar nu zo spits. Ja, hij is wel vaak geblesseerd. Zalig. Maar, ja. Ken je Ibu nog eens? Nee, maar, ik heb niet meer samengespeeld, maar ik ken hem wel van net aan toe. Bij Kortrijk? Dat was voor mijn tijd. Ah, ja, okay. Alleen voor dat ik was. Maar heel veel jonge gasten, heel veel jong talent. Het was 4-2, een spektakelmatch in de gietende regen. Het was zalig. Ja. Is dat het Jeff Mermans stadion? Jeff Mermans, de bombardier. Prachtig. Prachtig stadion ik ook. Nee, was echt, ik heb een zalige avond gehad. Ja, allee, zalig. En dat is inderdaad een ongelooflijke mens. Ja. Dat is zijn levenswerk, hè, die voetbalclub. Ja. Doe het maar eens. Filip heeft iets... Ik heb iets heel tof zien voorbijkomen. Een interview met Kevin Prince Boateng. Ja. Die praat over zijn tijd met Pirlo. Oké. Okay. En ze... Was dat bij Milan? Ja. 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 En ze spelen een wedstrijd, een oefenwedstrijd. En Boateng speelt hoger dan Pirlo. Pirlo heeft de bal en Boateng roept... Hey, Andrea, ik sta vrij en bal en... Krijg niks. Tweede keer weer... krijgt geen een bal. Tijdens de rust gaat Pirlo en zegt ik zie u, hè. Je moet niet roepen, want dan horen de anderen het ook. Ja, dat mag. Fenomenaal. Dat zou ik zeggen, ik vind u niet goed genoeg om aan te spelen. Nee. Jij mag niet roepen, want dan gaan de anderen weten waar dat... Nee. Hij komt wel. Hij komt wel. Maar te leren van niet te roepen. Hoe meer dat je roept... Ik ga niet spelen als je roept, want dan weten ze dat... Dan wordt die paslijn afgesloten. Dus... Jij zwijgt en je zult hem wel krijgen. Maar dat is toch de frustratie als je soms... Dat overkomt mij heel zelden, maar als je bij jongens speelt die net minder goed dan u kunnen voetballen... Johan, ik heb eens met u gevoetbald. Ja, ik herken de situatie al. Maar jij bent de roeper. Ze maat op het veld tegen je eigen ploegmaat. Waarom dat je mij niet ziet? Echt, de roeper. Ik maak een loopactie, want ik speel dan in de spits. Ik ben centraal verdediger, maar ik wil de ploeg helpen. Dus ik zal in de spits staan, ook al kan ik geen golen maken. En ik loop en dat is die kop in de grond. Evert! En dan komt die bal uiteindelijk. Maar veel te traag.
ik ben aan het beslissen, doe ik het met links of met rechts? Je moet niet roepen, Aster. En Chesney heeft ook iets heel goed gezegd. Keeper van Juve. Ja. Werd na de wedstrijd tegen Verona geïnterviewd. En die mannen in de studio zitten Marco Parolo en Riccardo Montolivo. Parolo en Montolivo, Fiorentina, Milan even. Ja. Best lang haar. Maar de mannen met lang en Parolo, het Lazio en ook nationale ploeg, denk ik, EK 2000 niet zo lang geleden, toch? 16, denk ik zelfs. Conte. Ja. 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 En zo'n infiltreur, zo, Parolo. Ja. Goeie voetballer. En ze vragen aan Chesney, ja, allez, wat wilt je na je carrière, wat wil je na je carrière doen? En Chesney antwoordt, één ding is zeker, een goede vriend van mij heeft gezegd, zorg dat je genoeg verdient, dat je later niet in een tv-studio moet gaan zitten. Maar zo, tjak, hè. Niet zo dat die gasten zo hebben, maar dan wel ook, oh, mooi. Lach, ja. En zijn Italiaans is ook perfect. Om dat, niet, alleen, ik meer dan wel, goed genoeg om... Ja, om ik heb het alleen maar gelezen. Ook, ik heb het niet gezien. Ik had één ding. Wojcik's. Chesney. En niet over Keane. Iedereen. Ah ja, we hebben het net in extra time. Op non-actief gezet. En heel goed, denk ik. Onwaarschijnlijk. Ja. Onwaarschijnlijk. Ja. Maar bon, dat heeft op zich niks met voetbal te Wie? Maken. Wie? Over wat? Over Sofyan Keane. Het is alleen jammer dat het voetbal of de voetballers op die manier weer in slecht daglicht komen. Ja. Wat er wordt nu gezegd, van ja, dat zijn jonge gasten met veel geld en die kopen dan een mooie auto. Ook al was het was geen Ferrari waarmee dat erin. Het was een Mercedes A-klasse. Dat is ook een dure auto, maar dat is nu niet het cliché van een roze Lamborghini, bij wijze van spreken. En er wordt nu gezegd, moeten die jongens zoveel geld geven? Moeten die niet beter begeleiden? Ja, dat wordt geopperd. Vinden dat te veralgemeenend? Of vinden dat daar een kern van waarheid in zit? Ik vind dat volgens mij heeft dat niks te maken met dat hij veel geld verdient. Toch? Dat is volgens mij iemand, hij heeft een fout gemaakt. Dat zijn karakter is jong, dat hem snel wilt rijden. Dat kan iedereen toch overkomen. Nee, niet. Gaat in elke straat staan. Niet zo hard gelukkig. Maar ik erger mij ongelooflijk. En een keer dat je kinderen hebt die met de fiets rijden en je ziet sommige gasten op een gaspedaal duwen in straten, dan dat is verschrikkelijk. Ja. En natuurlijk is dit de overtreffende trap van verschrikkelijk, maar om daar ineens zo, het is een voetballer, nee. Ik denk... Ja, dat vind ik ook, maar ik vind het wel, ik vraag me wel echt af wat er exact is gebeurd, want je ziet hem ook gewoon niet afremmen of zo. Heel gek. Ja, heel gek. Die beelden waren echt gek. Het is misdadig, hè. Ja, het is sowieso, en dat is... Het is echt, het is niet omdat we niet in die thesis van, het is een voetballer en dat, maar het is verschrikkelijk, hè. Ja. Het is voor mij... Ja, maar hij zal wel zwaar gesanctioneerd worden, hè? Ja. Dat lijkt me duidelijk. Ja, ik denk ook, ik weet niet hoe dat hem er fysiek aan toe was, maar ik hoorde dat hij zijn nek had gebroken. Oei. Maar hij is ontslagen uit het ziekenhuis vandaag. Ah, echt? Ja. Dat zal het meevallen, maar ik denk dat hij de eerste maanden toch sowieso niet voetbalt. Nee, hij wordt gehuurd ook. Ziet, als je dat beeld van die basket dat beeld van achter die kinderen. Stel je voor, ook voor die kind, als dat leven is voorbij. De rest heel leven betalen en je schuldgevoel, dat ze elke dag wakker worden met het gevoel van... Aha. Ik wil nu snel iets opzoeken, of dat hij nu effectief aangekocht is. Want die was van Lazio, hè? En die is, Leuven heeft dat contract overgenomen. Ah, is zo. Ik heb Venetië gespeeld ook. Ja, die heeft samen gespeeld met Daan Heijmans. Ja. Nee, hij wordt gehuurd. Nog steeds gehuurd? Of een verplichte aankoopoptie, denk ik, of zoiets. Of niet? Ah, nee. Nee, hij is gewoon van Leuven. Sorry, hij is van Leuven. Ja. Oké. Okay. Dus, dus niet voor algemeen, hè. Nee, maar het is wel enorm jammer. Allee, okay. Ik stel maar de vragen. Het is wel zo natuurlijk, en dat komt deels door dat voetballers op veel jongere leeftijd geld verdienen en een auto van de club krijgen en zo. Ja. De teammanagers die daar wekelijks de boetes binnenkrijgen van de auto's, dat is wel zo dat dat merkelijk meer is dan bij een andere doelgroep. Hè? Dan studenten die in Leuven op kot zitten, bij wijze van spreken. Ja, bij andere sporten. Echt wel zo. De rijverboden van voetballers. Oké, het komt in de media en daardoor weten we het ook. Het zal ook bij advocaten en bij dokters waarschijnlijk heel erg zijn. Maar
het is wel opvallend dat er heel veel voetballers wel in de problemen komen met hun rijbewijs. Ja, op dat zich is toch wel ook zo. Wel weer waar. Kunnen we wel zeggen. Dat is waar, maar anderzijds is dat ook gewoon omdat er een vergrootglas op staat. Ja, ja, dat komt niet nieuws. Want ik denk dat er heel veel jonge bestuurders in het begin van hun jonge carrière op de weg boetes rijden. Er is altijd een moment. Ik denk dat we allemaal kunnen terugdenken aan een moment dat we 18 waren en in een auto zat. Hij is 24, hè, dus dat is al niet 25, meer. Maar dat er een moment is dat je oh, daar heb ik geluk gehad. Of oeh, daar had ik fout ingeschat. Maar tegen 200 per uur in een sportzaal vliegen. Er is nog een verschil. Oh, 85 terrein waar je 70 mocht en 200 op 100 punten. Dat is zeker waar. Maar wat Evert zegt, klopt ook wel. Dat moeten we wel zeggen van de teammanagers die de boetes... Ik denk, mochten we dat weten, dat toch ook wel licht overdreven is. Ja. Ja, het zijn jonge mannen met veel geld en met ook een bepaalde status en aanzien. En niet iedereen gaat daar even matuur mee om. Dat is ook eigen. Hè. Dat heeft niets met het voetballen, de sport op zich te maken, maar gewoon met de omstandigheden. Denk ik dan, misschien ben ik daar mis in, dan moet je het mij zeggen, maar dan kun je ook zeggen, die uitgaan in de carré hebben meer drugs in hun bloed dan die niet uitgaan in de carré. Dat zal ook wel. Hè. Ja, dat denk ik ook. Ja. Bedoel maar, en dat is jammer genoeg nog altijd wel een feit. En ik vind het verschrikkelijk dat je in een auto stapt als je drugs hebt genomen of als je hebt gedronken. Of dat is voor mij is dat... Ja... Ik begrijp al die politierechters die zeggen... Hey, hier kom je niet mee weg. Dit is straf. Ook al heb je... Want de fout is... Ik zeg dat altijd bij mensen. Ja, omdat hem zijn benen gebroken, krijgt hem nu 9 weken. Ja, het is ook als je kind omverrijdt, beland ook in de gevangenis en rijdt even rap en heb je toevallig het geluk en heeft vooral dat kind het geluk dat het daar niet is, beland ook niet in de gevangenis. Ja. Dat is nu eenmaal jammer genoeg wat er... Maar er zijn mensen dat is die van het strafrecht, hè? Ja. Hoe vaak heb je... Je hebt toch heel vaak op het verkeer dat je ergens staat en dat je denkt... Allee, hoe kan dit? Ja. Waarom wordt deze mens niet... Waarom heeft hij nog een rijbewijs? Ja. 99% van de keren gebeurt er gelukkig niks. Ja. En die 1% wel. En ik zeg als je kinderen die worden zwaar gestraft. Die 99% anderen die komen ermee weg. 10 jaar is en met zijn fiets naar school gaat, erger je blauw aan een die denkt van ik moet eens optrekken. Hè? Ja, dat is zeker waar. En waar je dan ook wel mee moet weten, dat als de Fox 18 is, hij misschien ook optrekt. Ja. Nee, maar ja, dat is het. Dat is het probleem. Dus voed de Fox op in... Die gaat goed opgevoed worden. Ja. Daar ben ik zeker van. Die mag alleen maar te voet. En niet in een sporthal, want dat is blijkbaar heel gevaarlijk. Zeker niet met zo'n e-step. Dat is het allerlaatste wat dat mag maar doen. Maar waarom? Heeft een Jude een step? Nee, dat mag niet. Hè. Je mag pas van je 16. Ah, en ik haat, dat vind ik wel irritant, die worden vogelvrij verklaard. Ja, mensen Parijs, met een e-step. In Parijs is het voorbij. Hè? Ik snap wel, huursteps. Vaak op een step? Ik heb zelf een gekochte step. Ik gebruik dat elke dag. Ik ben er nog nooit mee gevallen. Dus iedereen zegt niet van, ja, dat is levensgevaarlijk, ze moeten dat verbieden. Zeg, we gaan toch niet alles wat dat gevaarlijk is verbieden? Ja, maar die rijden van het voetpad de weg op, ja, terug maar dat naar het voetpad, niet, terug maar, naar... Dat tuurlijk, maar dat moet je niet doen. Niet, maar dat doe ik niet. Nee, echt niet. Hè? Echt niet. Je blijft ik heb hem al vaak met zijn step voor het rood licht zien staan. Ja, tuurlijk. Braaf. Tegen 5 per uur. Draag jij een helm? Nee. Want dat is gevaarlijk om te vallen, hè, Matt? Ja, ik ben wel nog nooit gevallen. Okay. Maar goed, dat wil ik niet zeggen. Dat hoor ik wel van iemand die op spoed werkt... Dat heel veel schouderblessure. Omdat mensen, je houdt dat vast. Dat klopt wel. Hè. Je hebt van, als je valt, bam, heb je niet de neiging om je hand te zetten, omdat je houdt dat stuurke vast. Dat stuurke is zo klein. Ja, ja. En deelsteps en zo, die rondslingen op straat, dat is inderdaad zeer ergerlijk. Dat is lelijk. Maar dat zie je wel minder, heb ik het gevoel. Sinds dat ze zo... Ze die hebben zones plaatsen hebben getekend, zones. Ik heb wel het gevoel dat er mensen zich daar ook wel van bewust zijn, in Antwerpen. Ja. Ja, dat is waar. Dat klopt. Je zijn boeken, hè. Tuur. Ja, we gaan afronden. Filip, dankjewel. Tot volgende week, ongetwijfeld. Evert, merci om te komen. Tot geamuseerd. Als we de bekerfinale winnen, kom ik nog eens terug. Oké, dan komen we nooit. Nooit dus. Wel, wie weet. Kan, hè. 90 minuten. Ik geloof erin. Ik geloof wel dat... Maar, ik geloof wel dat ik aan Mechelen een niveau drastisch naar omhoog kan brengen voor 1 match. We zullen zien. Maar of dat genoeg is om Antwerpen te verstaan. Komt Mark Uiterhoeven nog altijd kijken? Nu wel. Hij is in het land tot ergens in mei. Dus hij zat in de bus. Dus hij gaat ook in de bekerfinale. Ik denk dat wel, ja. Ik pak hem mee, als er een baard. Ja, want dat kunnen mij een paar mensen aantrekken. Dat is een heel lang... Zit daar leven in ook in die baard, of niet?
Mark Uiterhoeven zit nog veel. Ja, ik zag hem in de podcast van Ruben van Gucht en zo, de winnerclub. Daar moet ik hem toch nog eens over aanspreken. Wel een taalnazi, zoals dat dan heet. Maar goed, hij verdedigt onze mooie Nederlandse taal, onze moerstaal. Daar kunnen we alleen maar fan van zijn. Volledig terecht. Ja, dat is waar. Maar het mag niet natuurlijk... Maar dat is wat. Filip, dankjewel. Tuur, Evert, graag tot volgende week. Bye-bye.